Wagwan guys, welkom bij weer een nieuwe video van Coolka Sport. Samen met de vrienden van de show Bedfirst zijn we al de hele tijd dingen aan het weggeven. We hebben ondertussen al weggegeven: een Xbox, een PlayStation, tickets, shirts. Met mijn zoon, bro, we blijven dingen weggeven, bro. Binnenkort Yeezy Red Octobers. Bro, we geven alles weg. En dat kan je alleen maar winnen als je ons volgt, als je Bedfirst volgt en al onze video's in het oog houdt. Want het is nog steeds Coolka Sport. Damn. En je moet ook zeker altijd 18 plus zijn om mee te doen, anders kan je niet winnen. En zoals je zei, kijk al onze video's en we zullen dingen weggeven. Dat was jingle! Bedfirst. First and fast. Fuck iedereen, welkom bij de Naamloze Glory United Show. Ik ben uw host Brian Swaas de Warte en ik ben hier vandaag met Soos. What's up? Ik ben hier vandaag met Shernyang, die een comeback maakt op de Naamloze Glory United Show. Na 6 maanden schorsing? Na 6 maanden... Nah, ik heb jou niet geschorst, man. Ik heb alleen maar 1 persoon geschorst. Ja, klaar. En dan ben ik hier vandaag met mijn generaal-lieutenant, Mwanza MD. What's up, guys? Da Costa Sauce. Dus ja, man, we gaan vandaag een beetje de 2 shows mengen. Maar we beginnen denk ik eerst met Liverpool tegen Arsenal. Maar voordat we daarmee beginnen, altijd traditiegewijs. Hoe was jullie weekend, man? Ik begin deze keer bij Cher. Cher langer weg geweest. Ramadan vibes ook nog. Ja, we zijn aan het vasten. Mijn weekend. Productief. Ik heb 2 dagen gewerkt, thuis, school, een aantal projecten waar ik mee bezig ben. En ja, ik heb voor mijn stage een beetje gewerkt, ook thuis, maar echt rustig. Oké. Mwanza? Ja, ik ook, school, productief. Kijk, Mwanza hoorde praten, maar dan gewoon over FIFA, man. Ik weet niet hoe jij bent. Het is vakantie. No. Blijf jezelf. Ja, nee, vakantie, gewoon even rustig. Ja, maar gewoon thuis, man. Niet zoveel eigenlijk gaande. Oké. Soos, wat heb jij gedaan? Ja, ik wil zo zeggen dat hij cap, want hij was gisteren bij mij. Dus ik weet niet hoe hij thuis was. Okay. Maar nee, man. Ik ben op een missie, dus ik ben gewoon slaap niet trainen. Thuis. Ik was gewoon gym, nacht. En overdag heb ik voornamelijk... Wat gedaan? Bali gekeken. Ik heb Bali gekeken en ik heb gewoon schoon zitten maken thuis, man. Vooral dat, man. Gewoon chillen, man. Houseman. Ja, bro, ik ben gewoon een rustige guy, toch? Ik doe geen gekke dingen en zo. Snap je? Gewoon osso, chillen. Ja, moet kunnen. Ja, man. Iedereen moet naar Swan gaan. Yo, maar weet je het is? Ik betaal voor mijn eigen osso, toch? Dus als ik niet thuis ben, voelt het een beetje alsof ik voor niks zit te betalen. Ja, dus man. Ja, mijn weekend, ça va. Ik weet niet, ik kan me nooit herinneren wat ik doe in het weekend. Ik wel. Denk gewoon, ik ga zeggen, deze week C-Space opgenomen, dat was leuk. Vrijdag coachje opgenomen. Gisteren, ik weet niet waar, maar ik was hier. En vandaag gewoon voetbal kijken, man. Gisteren ook voetbal kijken. En Shadna Mamadreemans heeft voor mij van Hal uit Rotterdam, dus sowieso lof naar haar. Boys, MVP's van dit weekend. Ik begin bij mezelf. Ik heb 4 namen. Ik heb eigenlijk 3 namen. Nee, ik heb toch 4 namen. Scherger gaat ook doen. Hè? Nee. Maar ze zijn allemaal bij elkaar verbonden. Dus mijn eerste MVP is Melanie. Melanie Cruz, mijn eerste MVP. Mijn tweede MVP is Samantha... Hoe is haar achternaam? Samantha Peyton. En mijn derde MVP is Anthony Martial, man. Want ik weet niet of dat jullie dat hebben gevolgd op Franse Twitter. Franse Twitter is denk ik... Er is een strijd tussen Franse Twitter en UK Twitter. Maar Franse Twitter is echt... Als je entertainment wil, dat is echt geweldig, man. Wild, dus ik zag zo op mijn tijdlijn gewoon, ik was een beetje aan het scrollen en ik zie ineens een video van een achtervolging op Autosnelweg. Ja. Dus ik klik en ik hoor zo... Maar ik hoor ineens zo'n vrouwenstem zo in het Frans. Ja. Dus ik begin zo'n beetje mijn research te doen. Ik ga naar vorige video's en zo. En dus er is een hele beef tussen de 2 ex-vrouwen van Anthony Martial. Dus daarom dat Martial mijn MVP is. Dus een hele beef tussen 2 ex-vrouwen van Martial. En ze waren elkaar een beetje aan het bedreigen. En naast, ik ben in Frankrijk, ben we aan elkaar catchen en zo. Maar dat was een movie, man. Dat was echt een movie. Ze zijn zo bij de tol. Iemand rijdt rond. Echt zo, gewoon even spook rijden terug. Hey. Auto snelweg. Melanie is aan het achtervolgen. Het was aan het achtervolgen. En ze zegt, kijk, volgende afslag. Je stapt af. We gaan duimen. Dus heel die dingen. Maar blijkbaar eind van de dag heeft Samantha wel gewonnen. Dus Melanie was wel zo degene die een beetje stoer sprak. Maar dan dus de dag daarna... We waren een beetje twijfels of ze mijn spits ging spelen voor mijn United. Ja, mentaal, we wisten niet of dat 100 was. Hij is gewoon aangekomen. Hij heeft gewoon zijn goede half uur gekregen. Hij heeft geprikt, snap je? Ja. Plus, dat was geen struggles, want he knows. Kijk, dat is die Martial toch, hè? In het begin van fase. Ik denk dat hij al misschien een nieuwe baby moms heeft. Ja. Hè, de eerste jaar, hij is daar. Daarna is het... Want ik blijf altijd zeggen, hè, is aan Martial gegaan naar Sevilla om te gaan bedriegen, Sangra gaan drinken en Paella broers teruggekomen met zijn andere spitsman. Hij is een andere spitsman. En dan mijn laatste echte MVP is Erik ten Hag. En daar kun ik het straks wel over hebben. Nee, ik zal het wel straks zeggen. Dus. Erik ten Hag is mijn laatste MVP. Ik weet dat dat voor jou moeilijk is, Soos. Oh nee, nee, ik vind het echt niet... Je hebt moeilijke periodes meegemaakt. Ik vind het echt niet moeilijk, man. Bij Ajax en zo. Ja, ik vind het normaal. Hoe ik het al had gezegd. Gewoon een voorbeeld. Jij deed nu mijn ex, zeg maar. Ja. Het is goed voor jou. Heel goed. Voor mij was het niet zo goed. Ik ga niet naar jou kijken. Kom thuis, maaltijd is klaar. Ik ga niet naar jou kijken en zeggen tegen jou van... Hé, toch? Ja. Ik heb goede momenten met mijn ex gehad. Ik ben blij met dat. Maar ik ben ook blij voor jou. Jullie zijn gelukkig. Wees gelukkig. Ben je echt blij? Ik ga verder. Ja, tuurlijk. Want ik heb gewoon zoiets van... Waarom ga ik me nog druk maken over een gozer die niks meer met mij te maken heeft? Ah, maar dan moet je je eigen tweets gaan checken van de maanden na... Nee, ik was toen, in het begin, tuurlijk. In het begin je was salty. Ja, je was salty. Ja, okay. Maar je zegt nu. Je zegt nu. Nu ben ik stabiel, man. Doe je ding, bro. Cher, ja, MVP, man. Mijn MVP is Samuel Chukwueze. Oké. Prachtige goal. Hij scoort 2 goals tegen Real en 1 wondergoal. En daarnaast ook Isaac. Iemand die eigenlijk ondergewaardeerd is. Behind the scenes gesproken met Soos daarover. Ja, man. Daar de speler eigenlijk. En omdat jij de 3 hebt, wil ik er ook 3. Dus ik ga de Zerbi pakken. Eigenlijk hij en Jan. Nee, voor mij was eigenlijk 1 persoon, maar ik moest de babymoms erbij pakken. Die 2 Italiaanse coaches die hebben gevochten tijdens Spurs en Brighton en mijn VP's, man. Oké. Stellini, hè, is dat tweede, denk ik. Stellini, ja. Stellini. Wanda? Mijn MVP is Ibrahim Konaté, man. Ik heb hem speciaal met dat gehaald, want ik wist dat iemand... Hebben Liverpool Arsenal gezien dan. En hij was eigenlijk gewoon normaal niet achterin gewoon... Steady hoed, man. Ja, man. Super steady, man. En, zonder hem. Soos? Mijn MVP, eigenlijk, hoe ga ik het goed zeggen? Ajax Youth Academy. Academy, bro. Ajax Youth. Nee, gewoon de toekomst. Gewoon, vandaag gewoon een stabiele wedstrijd. Niet een moeilijke wedstrijd of wat dan ook. Maar het was gewoon mooi om te zien dat je spelers zoals Hato, Vos, Gods... Regeer, je ziet die guys gewoon, zeg maar. En dan spelen ze. Dan heb je Taylor die al op basis stond. En dan heb je Timber die basis stond. Dan heb je gewoon zoiets van... Hé, man. Ajax weet echt wat de fuck ze doen met talenten, bro. En Hato, oh, ik zeg jullie. Iedereen blijft die guy checken. Gozer is pas 17 jaar. Generational, man. Generational. Echt waar, man. Dit is gewoon een gozer, net als de Licht. Gewoon toen de Licht net kwam. Je doet dit wel, maar de Licht was generational. Dus je kan zeggen wat je wilt. De Licht was die guy. En Hato, 16 jaar, kon hij invallen, deed het beter dan Wijndal. Maar dat is generational, joh. Maar het is zo. Je weet dat mannen zoals Rooney en zo generational worden genoemd. Why is generational? Ja, gewoon boven de... Dat is niet boven average. Nee, bro. Ik was zeggen above average. Nee, ja, ik was zeggen above, maar dat is niet zo. Dus je hebt talenten en je hebt gewoon guys als P3, Musiala en zo. Dat zijn die guys. Oké. Hij is die guy. Oké. Safa? Hato. Dat is de Licht. Hetzelfde als de Licht. Spel even de naam? Hato. Ja, gewoon H-A-T-O. Gewoon simpel. Hato. Nee, oké, Safa. Dan gaan we... Dat is een speeldag die we gaan checken in de toekomst. We hebben dit weekend 2 wedstrijden gekeken. United tegen Everton en Liverpool tegen Arsenal. De eerste wedstrijd over wil spreken is Liverpool tegen Arsenal. Een 2-0 voorsprong voor Arsenal de eerste helft. En dan komt Liverpool terug met een comeback 2-2. En ik wou ook een beetje aan iedereen vragen, ja, hoe hebben jullie die wedstrijd meegemaakt? Ik weet dat er hier heel veel anti-Arsenal-fans zijn. Ik denk misschien de hele panel was een anti-Arsenal-fan, dus was eigenlijk gewoon, ja, precies, Liverpool-fans aan het kijken waren naar de wedstrijd. Maar ja, man, ik begin bij Soos, man. Wat vond je van de wedstrijd, man? Het was entertaining. Dat vond ik wel. Ik vond het wel echt entertaining. In het begin, toen het 2-0 werd, was ik een beetje bang dat Arsenal... Slapping. Ja, man. En toen had ik ook zo liever dat. Ik heb liever dat ze nu gewoon, dat ze nu echt klappen. Dan zijn we gewoon klaar en geen bullshit. Ja. Maar... Niet zo hoop geven, 2-1, 3-1. Ja, snap je? Dat vond ik kut. Maar op een gegeven moment, ik weet niet, man, het werd echt entertaining op het eind gewoon. Allebei de kanten, ze probeerden, gekke missers, veel kansen die fokt op gingen. En ja, wel teleurgesteld in bepaalde spelers. Zoals Van Dijk. Ik ben al heel lang teleurgesteld in die gozer. Ah, we gaan straks. Ik heb iets zo veel te zeggen over hem. Ja, nee, er zijn een aantal speels vandaag dat ik echt zo individueel wil gaan raken, man. Ja, maar hij echt... Het is... You ain't beating them allegations, bro. Nah, man. Het is moeilijk, man. Het is echt... Het gaat gewoon niet, man. Het is eigenlijk dat. Maar voor de rest, Konaté... Oh, sterke gimmer, man. Ongelooflijk, die gozer, man. Gozer is echt... Hij is de enige verdediger eigenlijk, hè. Ja, man. Enige guy die verdedigt. Cher, wat vond je vandaag van Liverpool? Ik ben blij dat nu iedereen ziet dat Van Dijk eigenlijk niet die guy is. Maar daar gaan we straks over spreken. Gekke agenda hebben, hè? Nee, maar dat is al jaren. Hij heeft gelijk, man. Al jaren zeg ik dat, man. Ik respecteer het straks. Ik respecteer het. Developeren straks. Maar het ding is... Arsenal-Liverpool is altijd een wedstrijd met heel veel goals. Dat is altijd die wedstrijd die 5-5 eindigt. Ja, normaal zo 5-0. 5-3. Dus 2-2 is ook wel stabiel, is 4 goals. En we vergeten soms, Liverpool is dying een beetje, maar thuisreputatie is altijd daar. Die verliezen niet. Ja. Dus die punt is voor mij wel logisch. Die gingen niet winnen, maar die gingen ook niet verliezen. Ja. Ja, daarom dat ze ook altijd gewoon heel het seizoen zeiden van wanneer het wedstrijdschema al ready was en hoe Arsenal in de goede run was van jullie moeten nog uit naar Liverpool, man. Ja, en ja, ik heb het ook van Giovanni moeten horen en zo zegt van jullie, wat hij zegt al weken van jullie denken te winnen bij ons. Nooit. Maar Anfield is een probleem, man. Precies, dus die trust die de fans hebben in Anfield is wel gewoon terecht en we hebben het zelf ook gewoon gezien. Zo ik bedoel. Imperieus was hij gewoon, je denkt gewoon van het is hem niet, zijn ze gewoon daar. Maar het is precies wel een beetje een strategie van we proberen de hele wedstrijd die fans een beetje op te hitsen. Je hebt een paar keer gezien dat Trent ging lopen naar de hoek om te gaan roepen. We hebben Nunes gezien, we hebben Henderson een paar keer gezien. Je ziet echt wel van, ja... Ze hebben dat nodig. Bij heel veel ploegen, bij ploegen zou je zeggen van thuisvoordeel en zo, maar ik denk dat Liverpool een van de weinige ploegen is dat je begint met... Elke wedstrijd is 50-50. Op veld is zo net 51%, 49%. Ja. Zo, ze hebben net iets meer die push. Maar ja, man, we hadden vandaag heel veel frauds, man. Ik denk dat we vandaag moeten fraudwatch gaan doen. Ik nomineer de eerste naam, fraudwatch. Virgil van Dijk, bro. Je bent niet hard, man. Nee, je bent niet hard, man. Want we aan het praten en zo. We waren allemaal aan het praten. En we hebben allemaal een bepaalde visie over Van Dijk en zo. Maar je bent niet hard, man. Hij is echt niet hard, man. En het ding is, weet je, ik ga gewoon mijn piece zeggen en dan ga ik gewoon doorkansen. Mijn ding is met Van Dijk is, hij is zo die guy, jij maakt de fout, maar op anderen roepen. Voilà. Waarom is hij zo? Als je een fout maakt, zeg gewoon, kijk, my bad, en we gaan verder. Nee, hij maakt de fout met de eerste actie, oké, de bal raakt hem en zo, blablabla, sava. Nah. Maar mijn ding is zo van, waarom ga je dan zo roepen op Trent, precies als zijn schuld? Dan tweede fase, ik weet niet, kijk, ik speel geen centraal verdediger, maar ik ben een spits geweest. Dus ik weet, als er voorzet is, er zijn maar 2 man in de 16. En mijn tegenstander. Ik ga hem gewoon zoeken en ik zorg gewoon, jij komt niet los. Deze guy, hij kijkt, hij zit oké, Sava, die voorzet komt. En hij ziet gewoon, en hij kijkt gewoon zo. Hè. En dan Gabriel scoort en dan denk ik van, maar en dan roept hij... We wilden deze guy een ballon doorgeven, hè? Ja, ze wilden die guy een ballon doorgeven. Hij heeft een prijs gekregen, hè? Mens Award, man. Ja, voilà, UEFA Mens Award. Yeah. Maar dus... Virgil van Dijk, overgestapt van Southampton naar Liverpool in december. Mid-season, komt 6 maanden. In een Liverpool die al stevig was, draait gewoon mee. Hij is niet echt iemand die meetrekt, hij draait mee. Hij scoort een paar cornerdoelpunten, alles. Champions finale, oké. Ineens, ja, Ballon d'Or nummer 2. Ah, bro. Terwijl je hebt mannen als Koulibaly die al jaren stabiel echt hun ploeg draait, echt kapitein zijn en daar staan. Jij weet wat je doet. Je weet wat je doet. Ik weet het niet. Ik voel dat. Nee maar, kijk, dat jaar was... Die is Neymar of zo. Koulibaly. Nee. Los van Ballon d'Or, gewoon verdedigers die daar zijn. Altijd Van Dijk, nooit Koulibaly. Ah, broer, maar het is... Nee maar. Dat is Premier League tax. Dat is marketing. Puur marketing, want dat jaar was... Kijk, je had Mané, Salah en Van Dijk die in de running waren voor Ballon d'Or. Salah en Van Dijk van boven en Mané zo. Terwijl, impactgewijs, hij was niet die guy. Ik vind persoonlijk, Matip is beter dan Van Dijk. Voetballend gezien, intrinsiek. Yeah. Als Maguire zich gedraagt en gewoon nadenkt, hij is beter dan Van Dijk. Van Dijk is iemand... Goeie, man. Jullie hebben pas gezien bij finale Champions League, hebben jullie pas gezien van hij blijft staan, hij wacht als een schaatser. Hey, Maguire 50 miljoen, hè? Newcastle. Nee, kijk, man. Bro. We zijn nog niet uit de mat met Maguire. Ik maak eens niks over Maguire. Hij is geëxposed geweest door finale Champions League. Daar heeft hij voor iedereen, heel de wereld, is hij gaan staan als de screen. Heeft hij gekeken van... Oké, maar hij heeft al jaren. En dag in dag uit, als hij zegt, je bent de hater, als hij zegt, nee man, hij is niet hater, hij is niet die guy. Want als je zegt van, je zit hem in de rij met Ramos, met die guys, nee, hij is daar niet bij. Nee, hij heeft wel, we gaan eerlijk zijn, hij heeft wel 1 goed seizoen gehad. Ja, dat is echt half seizoen. Nee. Tot zijn blessure, tot zijn blessure. Ja, het seizoen daarna ook wel. Hij was 1 seizoen echt wel aan zichzelf aan het overstijgen. Alleen zie je nu gewoon, en dat is het wel een beetje een ding, nu zitten we een vergrootglas op Van Dijk, en dan zie je die fouten wel meer ineens gebeuren. Nu zie je wel ineens zo van, ja, eigenlijk gaat hij niet vaak in duels. Mm-hmm. En laat, wat jij zegt over Matip ga ik akkoord, want Matip is altijd de eerste guy die hij heeft die step toch? Want niemand gaat er voorbij, ja, voor lange tijd. Hij ging gewoon niet, en hij komt als tweede persoon altijd zo wel daarna een beetje uitzakken. Dus je ziet wel een beetje zo, ja, de flaws van Van Dijk naar boven. Maar het is niet enkel Van Dijk, hè, want Jamie Carragher zei het ook een paar weken geleden over Trent. Liverpool heeft heel veel baat en bij gehad dat zij zeg maar heel dominant waren en mensen bang voor hen waren. Ja. Niemand wilde heel hoog tegen Liverpool staan. Want je wist gewoon dat die Mane, Salah, Firmino je gewoon kapot gingen maken. Mm-hmm. Doordat zij gewoon zo hoog konden voetballen en hun, je weet, hun fullbacks zijn hun spelmakers. Hun staan heel hoog altijd. Speelde Van Dijk gewoon heel vaak gewoon 1-op-1 vaak. Ja. Maar het ding is... En hij is fysiek. Precies. En hij werd gewoon heel minder... Niet zoveel gechallenged, man. Ook als je gaat kijken naar die hele stat van hij is niet... Hè, maar hij had ook wel, op dat moment had hij een fear factor, vind ik. Ja, precies. Op dat moment niemand wou echt 1-op-1 proberen. Letterlijk dat, dus... Aura. Dus die never run behind stat die er is van... Ook als je gewoon kijkt, we hebben ook Van Dijk in Nederland gezien. Hij engaged niet. Mm-hmm. hij laat die guy gewoon lopen. Is hij misschien origineel laten lekker? Ja, weet je, het is, omdat hij één seizoen gewoon goed is geweest, is het moeilijk. Maar het is nu, hij valt gewoon echt door de mand op dit. Ik weet niet wat voor juju hij heeft gedaan, maar die man is niet... Zijn kiesie is op of zo. Snap je? De term, one season wonder bestaat gewoon. Nee, maar wat een gebrek bij hem. Maar dat zou ik ook niet zeggen. Dat zou ik ook niet zeggen. Ik kan niet one season wonder. Het ding is gewoon, als we een vergelijk gaan maken naar mij. Hij was een 10 op 10 op eerste zicht en dan 2 weken daarna... Weet je wat het probleem is? Wacht. Weet je wat het probleem is met Van Dijk? Ze begonnen met die... top 5 en zo te gooien. Daarom, begon hem te vergelijken met... Terwijl hij maar 2 seizoenen had gedaan. Ik heb een goede vergelijking. We gaan het weer over vrouwen hebben. Ja. Dus, er is toch die ene hele mooie meid. Snap je? Iedereen wilt. En uiteindelijk, je hebt er. En nu begin je echt in te zien van... Nee, man. Hey, je bent eigenlijk niet zo, man. Snap je? Je akka is wel dik, maar... I don't know, man. Snap je? Ja, dat is wat we nu hebben met Van Dijk. Je bent nu gewoon door de mand gevallen. Gewoon. Ja, like, we hebben nu gewoon door jullie net, man. Zeg je nu dat Van Dijk zijn akka dik... Wat? Nee, maar... Nee, dat is niet wat jij doet. Dat wil jij maken, maar nee, man. Dat wel. De tweede speel dat ik wil nomineren voor Fraudwatch vandaag is... Wow, dat gaat heel moeilijk zijn. Ja, ook naar Trent gaan, man. Maar zijn assist heeft het half goed gemaakt. Maar ik zei het nog tijdens de wedstrijd. Die 2 acties aanvallend... ja, was wel aanvallend, was wel... Vond ik wel... Ja, beter. Hij was goed. Maar mijn ding is dan... Als rechtsback, als we echt praten over rechtsback... Nou, bro. Dat is hem niet, man. Ik wil hem nomineren, man, bro. Want het kan niet zijn... Momenten, je gaat druk zetten en dan je wandelt terug defensief. Hij weet niet waar hij soms moet staan... Hij moet zogezegd die inverted roll gaan doen, maar ik weet echt niet of hij beseft. Voor mij is dat inshallah. Ik denk niet dat hij betekent, als je bal kwijt bent, dat je dan terug naar je positie moet gaan. Ik denk gewoon, hij denkt van, ik speel middenveld nu, dus ik blijf middenveld. Hij is een middenvelder. Ja, maar hij is een middenvelder. Maar uw taak is dan wel terug naar rechtsback gaan, snap je? Brian, dat moest niet toen hij de record zat van assist. Hij en aan de andere kant Robertson, die hebben 2-3 seizoenen echt record gebroken. Ja, maar toen kwamen zij ook... Als wij de backs erover. Nu willen ze zo'n beetje nieuws. Daarom valt het op, want toen die maakte ook fouten. Maar dat compenseert met die assist. Maar toen was het is minder. Nu valt assist weg. Dus nu je ziet, hij heeft assist gegeven. Je hebt het wel een beetje aan het pardoneren. Dat is het ding dus. Dat is een verdediger meer. Nee, maar sowieso ook. Maar het ding is ook gewoon van... De pers van Liverpool, als we keken vandaag, Arsenal-Liverpool, wie prest er beter? Arsenal. En toen was Liverpool wel de koning van, we gaan juist druk zetten. En daar haalde heel veel van die fouten weg. Voilà. Maar vandaag was het wel heel opvallend van, de ruimtes dat jij daar weggeeft, zeker langs de kant van Trent, maar ook Robertson, die soms denkt van, hij is een spits en dan gaat hij ineens naar voren komen. Zie je wel heel vaak gebeuren. Maar mijn ding is met Trent is van, kijk, Klopp moet als coach gewoon een keuze gaan maken. Die jongen is heel hard. Avant, aan de bal is hij hard, we gaan niet liegen. Ja, klopt. Defensief is hij shit, maar avant is hij heel hard. Dus dan moet je gewoon een keuze gaan maken. Die jongen is toch een middenvelder van opleiding. Je hebt dit jaar een beetje lijking middenvelders. Probeer hem daar eens op die positie. Want ik zei jarenlang, ik was Klopp een beetje aan het bashen van waarom speelt hij Milner op rechtsback? Ik begrijp het vandaag. Vandaag, ik heb het echt gezien. Ik begrijp... Want bro, nee. Want we kijken allemaal Martinelli, broer. Ja, Martinelli doet één ding, buitenom. Altijd buitenom. Ja, hij is rechtsvoetig, maar hij is de enige guy die ik kende altijd buitenom gaat. Hoe kan dat een guy met geen skill moves? Dat is op FIFA, broer. Mannetje 70. Je weet, je kan geen actie, je moet gewoon proberen te versnellen. Ja, hoe kan dat je elke keer wordt gepakt langs die... Ik snap dat niet, broer. Ja, door Martinelli, broer. Martinelli is hard dit jaar, hè? Ja. Maar ik bedoel, alsjeblieft. Als je 2 seconden even een beetje focus juist staat, broer, je kan hem gewoon pakken op je, man. Het is gewoon jammer, man. Ja, die ploeg draait gewoon minder. Want vroeger, toen ze goed draaiden en die assists gaven, was Liverpool een ploeg die op helft van tegenstander speelt. En nu, de fout die je ziet van Trent zijn allemaal op zijn helft, tegen de backline, tegen de lijn. Want daar is hij niet gewoon om te verdedigen. Hij is gewoon te verdedigen op andere helft of dichter bij de goal van de tegenstander. Snap je? Dus er zijn gewoon situaties die voor hem nieuw zijn. Een ploeg die is veranderd. En dan moet je ook gewoon veranderen van... Ja, hij moet hem anders zetten. Daarom ook dat ik zeg, toch? Uiteindelijk is er maar 1 verdediger. En dat is Konaté. Konaté is de enige guy die verdedigt, bro. Voor de rest... Kill. Het is te taai voor hem, denk ik, man. Want je ziet ook Konaté, hij is de enige guy die echt werkt, gewoon, toch? Gaat naar voren, gaat naar achteren. Hij is constant bezig, gewoon. Daarom ook... Dit is zijn gimma geweest, man. Ja, man. Op het moment dat hij gewoon zei van... Oké, niemand joint me, ik moet dit doen. Hij heeft het geregeld. Ja, bro, dat is zoals ik zei straks van, je bent op pleintje, bro. Kijk, iedereen is nep, bro. Je bent eens de guy die iets moet doen. Je kijkt rond en denkt van, iedereen is nep, bro. Van, who are these niggas? Dat is fok op, man. Derde genomineerde, ik ga naar Mwanza. Mohamed Salah. Mohamed Salah? Ja. Oh. Fraudwatch, ja of niet? Nee, maar ik vind dat wel harsh. Oh, kijk, ik ga... Dit is wat er gebeurt als je geen kant kiest. Als je een kerstboom gaat zetten en nu rammen... Dat is wat er gebeurt, bro. Je moet een keuze maken. Uiteindelijk, want je ziet Benzema, toch? Deze kill zegt, ik ben moslim. Hij strijdt. Je ziet wat God voor hem zit te doen tijdens de Ramadan. Kante, same shit. Wordt fit tijdens de Ramadan, speelt. Hij is gelijk hard. Salah, je weet niet wat je wilt zijn. Maak een keuze, bro. Maak een keuze. At the end of the day, je ziet heel veel spelers die hebben gewoon Ramadan. Ze doen het. Maar jij kan het niet doen. Bro, deze guy was kapot, hè? Mm. Hij was moe. Tweede helft, hij kon niks. Maar dat is niet zijn schuld, man. Hij wist niet zo goed hoe schuld, snap je? Bro, kerstboom, man. Je weet dat je moet eten 's ochtends. Je hebt daar gewoon gemist, hè? Ja, overgeslapen. Ik weet niet, bro. Ja. Maar mijn ding is gewoon... Beans on toast. Die penaltyfase kwam. Ik ben gewoon vergeten dat hij die penalty heeft gemist. Ja, maar daarmee is het fout, man. Die penaltyfase kwam en Mwanza zei, nee, hij is clutch, hij is clutch. Ik weet niet, broer. Want ik was met Cher en ik weet al zo, hij had al gemist op Afcon. Nee, in Senegal, WK-kwalificatie. Ja. Hij heeft een paar weken geleden ook een heel bizarre penalty gemist tegen Bournemouth. Ik denk, snap je? Ik was niet... Normaal gezien, Salah penalties zijn zo'n paar spelers. Salah, Kane en zo. Ik weet van, ze gaan prikken. Ja. Maar vandaag had ik een beetje stress, man. Plus, hij had echt een off-day, man. Ja, een off-day. Als je echt ziet van een off-day, je zei bij Salah. Daarom zou ik hem geen... Snap je? Fraudwatch is streng, man. Nee. Niet permanent, maar voor vandaag. Voor de game wel, man. Ik had soms momenten dat je zoiets had van... Oké, nu gaat hij weggestuurd worden. En hij ging hier rennen en dat... Zijn aanname is slecht. Ja, maar ik dacht van, hè? Hoe dan? Of wanneer hij moest schieten. Ja, hij schoot wel, maar hij had echt zoiets van... Shit, man, weet je die 1-op-1 dat hij had daar met Ramsdale? Ja. Hij moet stiften, broer, en die bal gewoon... Ja, het was een hele rare wedstrijd van hem. Want van hem verwacht je gewoon sowieso gewoon een doelpunt. Ja. Voor deze game aan de kansen die hij heeft gehad. Hij heeft ook gemaakt, toch? Hm? Uiteindelijk ook ingemaakt, toch? Ik vind het wel grappig, eigenlijk. We zijn naar Frouders aan het kijken, naar Liverpool, maar ze hebben wel... Gelijk gespeeld. Die 2-2 gemaakt. Ja, maar dat is wel, zeg maar... Ik ga niet eens voor je liegen. Wilskracht, man. Ik denk ook, dat is dus Anfield uiteindelijk. Dat heeft het voor hun gedaan. Ik ga niet eens voor je liegen, man. Dat heeft het echt voor hun gedaan uiteindelijk. En ja, want... Alleen Konaté was echt hard. Ja. Ik vond Thiago Savant nog... Ja, goed ingevallen. Heel goed ingevallen. Firmino. Maar bijvoorbeeld Henderson of zo, toch? Firmino goed ingevallen. Ja, Firmino ook. Ik vond Jones niet zo slecht, eigenlijk. Ja, Henderson onder de reden ook gewoon, like... shape blijven houden. Ja, in het begin, omdat Arsenal kwam en zo, maar uiteindelijk gewoon... Het middenveld van Liverpool na die 2-0 uiteindelijk, was gewoon steady uiteindelijk. Ja, en ik denk ook als Gakpo iets meer vertrouwen heeft, dat Liverpool sowieso meer gaat scoren. Ja, Gakpo moet eventjes beseffen dat hij niet meer in de eredivisie speelt, bro. Hij speelt in Premier League, bro. Dit is... Je moet aanpassen. Ja, vaak gymmen. Ja, je kan hem meenemen. Hij moet echt gaan gymmen, man. Het kan niet, man. Het kan echt niet, bro. Want mijn ding is, met Gakpo is ook wat jij zegt van... Ja, het is iets zelfvertrouwen, maar dat is ook van... Dat zijn dingen die je altijd gewoon normaal gaat doen. Er was een moment dat hij komt trappen en dan geeft hem mee met Sander en dat ik denk van... Schiet. Bro, je staat voor doel. 7 meter voor doel. Nee, maar kijk, je bent nieuw. Hij is er sinds januari. Het is nog maar april. Snap je? Dus februari zelfs de eerste wedstrijd. Ja, maar je bent prof, man. Ja, maar je hebt zo die naam, als die naast jou loopt, als die bal van je gaat gewoon geven. Mijn moment is kijken. Salah, ik heb je al 6-7 goede passen gegeven. Je hebt ze al 6-7 keer gemist. Nu ga ik. Misschien is het niet jouw dag, hè. Het kan gewoon, hè. En dan moet je gewoon even als speler zeggen van ik sta op en ik neem zelf die kansen. Maar het is niet dat het een slechte speler is. Nee, dat sowieso niet. Maar als hij... Ik vind het een leuke speler en hij brengt wel iets bij de Liverpool line-up. Alleen ben ik niet zeker of dat hij in die false nine-positie echt helemaal thuis hoort. Ik denk dat Klopp daar een beetje aan het forceren is van... Hij wil steeds in die false nine komen. Misschien moet hij gewoon teruggaan naar... misschien met een traditionele 9 gaan spelen. Maar ja, ik vond overal wel... Het was een leuke wedstrijd inderdaad. Heen en weer, twee kanten. Bij Arsenal was het een beetje... Arsenal was niet op hun top. Maar ze waren wel twee keer klinisch. Ja. Met het doelpunt van Gabriel en dan het doelpunt van Martinelli dan ook. Ja, maar ik vond wel zo van... Het was de eerste keer dat Arsenal niet echt zo imposant was. Die er zo'n beetje vermoeid uit. Die ook, maar ze waren ook niet in hun spel. Ze waren echt heel makkelijk van hun spel afgehaald. Je zag op een gegeven moment ook, toen die kaarten begonnen te komen en zo... Dat ze... Jesus was hoofd heet. Ja man, ze werden getriggerd door bepaalde dingen. En dat is Anfield ook, want dat gaat mee beginnen te spelen met hem. Waardoor... spelletjes. Ja man, heel veel guys gingen... Odegaard was voor mij... Op een gegeven moment, het grote deel van de wedstrijd was die onzichtbaar. Voor mij ook Saka, vond ik ook van. Saka was ook, het lukte hem ook niet. Het was alleen Martinelli vandaag dat echt zo zegt van, kijk, weet je wat, ik kan, kan vandaag Arsenal draaien. Klopt. En, dat is ook alleen maar omdat hij tegen Trent stond. Dat is ook alleen maar omdat hij tegen Trent stond. Ja, maar je moet het wel doen. Ja. Nee, maar de bal ging echt duidelijk. Het was duidelijk, geef hem de bal. Ja, want Trent is daar op zijn weeks. Ik vond Zinchenko ook, want hij is schuldig van die 2-2, toch? Hij was weer aan het huilen. Ah, bro. Hij ging gelijk creëren. Hé, broer, stop maar. Kijk. Ik vind dat mannen mogen huilen, hè? Want emotie tonen is goed. Maar op een gegeven moment heb ik wel zo van, broer, heb je nog steeds tranen, vriend? Broer, elke week je huilt. Je wint je huilt, je verliest je huilt. Ja, hij is een speler, hij heeft meer beelden waarin hij huilt dan beelden hij trofeeën pakt. Hij speelde bij City, ja? En hij speelde bij City, ja. En hij speelde bij City. Ja, bro, is genoeg, man. Stop eens een keer met de Arsenal, ik vind dat zij een beetje dezelfde fout hadden gemaakt als wij. Toen wij naar Anfield gingen van... We hebben dit wel. Hè? Laten we gewoon... Ze dachten na 2-0 van... Maar dat is vaker gebeurd dit jaar bij Arsenal. Van 2-0, ook tegen ploegen waarvan we denken van die gaan nog terugkomen. En zij controleren die wedstrijd wel meestal beter. En ik had wel verwacht van Arteta om dan misschien Xhaka eruit te gaan halen of een Ben White. Ook al hebben ze minder opties, gewoon om niet de rode kaart te gaan pakken. Ze maken dan niet 2-0 en denk je van oké, het is goed voor hun. Maar ja, man, je zag wel wat dat zo zei is van die laatste 10 minuten, eerste helft, laatste 10 minuten, tweede helft. Broer, Liverpool op enthousiasme, bro, is een probleem, man. En ja, die bal bleef gewoon niet meer plakken van voor. Ja, en man. Je hebt Jesus die een duel moet gaan met Konaté dan bijvoorbeeld. Ja, maar ook gewoon, ja, heel slecht in de counters uiteindelijk, Arsenal. Want we hebben momenten gehad dat ze uitbreken en dat ze dan niet uitspelen. Want tweede helft, bro, ze hebben niks gedaan. Nee, ja. Liverpool wel die, die laatste counter moesten ze wel prikken, man. Ja, met Saka toch? 3 tegen 1, ja. Die counters, dat zijn die momenten uiteindelijk gewoon toch als kampioenenploeg. Yo, je maakt die af. Maar je ziet ook dat Liverpool, als die jouw helft komen spelen, dat die echt wel heel sterk zijn. Ja, Liverpool. Maar Liverpool is gewoon, dat is druk, man. Je voelt dat druk. Ja, broer, intensiteit. Dat was een fase, ik heb me nog herinneren, zo geven voorzet, bal komt buiten, terug, voorzet, bal komt buiten, terug. Ik dacht, oh, maar het is altijd zo. Wanneer gaan we een beetje rusten, bro? Maar ik word wel een beetje para van die voorzetten. Ja, ik wilde net zeggen, dat hebben gek veel voorzetten gegeven, man. Maar uiteindelijk is er wel uit die... Dat vind ik dus een beetje... Dat is inshallah bal, gewoon, zeg maar. En ik zeg je eerlijk, die bal van Trent was... Nee, maar kijk, je moet snappen wat ik bedoel. Want daarvoor zijn er meer dan 10 voorzetten gegeven. Ja, maar uit die 10 is er echt maar eentje die echt effectief was. Maar ze waren ook niet goed, die voorzetten. Nee, maar dat is het ding. Dat is wat ik bedoel met inshallah bal. Ja, man. Je gooit gewoon in de zone en je hoopt dat hij erin gaat. En de laatste voorzet was echt zo gericht met techniek, met gevoel gegeven. Ja, man. En die prikken ze dan wel, snap je? Als je dat eigenlijk... Als je het beter uitspeelt en dat vaker probeert te doen, dan heb je misschien minder vaak een voorzet. Maar ik denk dat je dan meer goals kan maken, man. Maar aan de andere kant zet je ze ook meer onder druk, hè? Ja, je blijft ze achteruit brengen. Je blijft ze pushen, er komt meer veer, er komt meer angst. Het publiek komt meer op, dus ik weet niet. Liverpool heeft vaak zo wedstrijden ook gewoon gewonnen. Maar het ding is, kijk... Ja, op één moment is dat goed dat je ze naar rechter duwt, want dat is wat je wilt. Maar je hebt niet iemand echt daar van een profiel die kopduels gaat winnen. Ja, dus dan... Waar dat dan bijvoorbeeld een Soos of ik heel graag hadden, is van... Ja, schiet soms van afstand. Ja. Laat jongens eens van die lijn komen. En dan ga je misschien daar weer ruimtes gaan vinden in die diepte. En daar gebeurde net iets te veel bij Liverpool. Maar ik kom misschien nog een vraag stellen over Arsenal. Ze staan nu 6 punten voor, maar ze hebben 1 wedstrijd meer dan Manchester City. Jullie weten van mij, ik hoop echt... ik hoop zo hard dat Arsenal niet kampioen speelt. Maar ja, man, het begint een beetje shaky te worden. Hè? Allee, ik bedoel, uiteindelijk 6 punten is nog steeds... Oké, maar we bespraken het allemaal een beetje voor de wedstrijd van Premier League is een beetje anders. Voor mij, 6 punten is al 2 punten, snap je? Het is 2 keer gelijk spelen. Liverpool heeft vaak met zo'n uitgangspositie gewoon de titel weggegeven. Dus. Inderdaad. En Liverpool. En het ding is nu gewoon van, oké, Arsenal heeft niet nog zoveel moeilijke wedstrijden te gaan. Mm-hmm. Maar ze hebben wel nog één wedstrijd op City dat ze moeten gaan spelen. Mm-hmm. En dan zijn Souls inderdaad... Nee, sorry. Dan zijn Mwanza inderdaad van... doelpunt is dus wel belangrijk. Maar ja, als je wordt geklapt thuis, dan gaat het wel... Het gaat heel shaky worden, man. Ja, het gaat wel een heel mooie einde worden van de Premier League, man. Ja, lang niet gehad. Ja, je wil al jaar toch City in Liverpool? Ja, maar ik weet niet. Toen had ik niet zoiets van... City geeft het weg. Ja. Dat had ik niet. Ik had wel gewoon zo'n van... Want City heeft altijd echt reeksen gehad van 10 gamma's of zo. Ze klappen iedereen. Dat Liverpool ook, hoor. Ja, maar... Ja. Vorig jaar hun run. Ja, maar dat was geen titelstrijd. Ja, nee, dat was geen titelstrijd. Maar die laatste game was ik wel even aan het kijken van... Hey. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik was ook een beetje kampioen, aan... Hè? Was even wel dat... Ja, want ik was een beetje aan het kijken op Twitter en zo. En je hoorde echt heel veel City-fans ook achteraf zeggen van... Dit was echt net zoals Aguero. Ja. Zo, hoe ze uiteindelijk terugkwamen en zo. Het was lijp gewoon. Maar ja, zoals je zegt, vorig jaar was het iets minder. Ja. Toen Liverpool eerste stond en City ze achtervolgde. Dat was misschien een van de... laatste echt spannend. Maar ik vond dat ook niet heel City Villa toch, hè? Ah, Gerrard. Dat was vorig jaar. Is toch vorig jaar? Ja, dat was vorig jaar. Maar je hebt ook de jaren ervoor heb je ook 103 punten, 102 punten. Dat ook tot de laatste dag ging. Ja. Dus dat heb je wel gehad. Maar ik denk, ik had ook gezegd een aantal weken geleden van... Arsenal heeft nog niet het respect afgedwongen zoals een City. Van, en dat is ook normaal, want dit is hun eerste jaar dat ze terug gaan meedoen voor de titel. Maar... Ja, als City 6 punten voor staan, zegt iedereen van City zijn kampioen, snap je? Met nog 8 wedstrijden te gaan, maar je hebt nog steeds het gevoel een beetje van ze kunnen inhalen. En nu zie je wel van, ja, een gelijkspel op Anfield is niet slecht. Nee, maar als je kijkt op een groter aspect... City kijkt hiernaar en denkt... Ja, want dat is gewoon... Ze hebben een match minder ook. Ja, City is gewoon één match inhalen en dan gewoon thuis zorgen dat wij hun taak doen. En dan, ja, tegen de rest moeten we gewoon stabiel... Ja, man. En het ding is, City heeft bewezen dat ze hebben het vaak gedaan. Achterstand en dan uiteindelijk gewoon halen. Ja, maar City is ook... City is ook gewoon een ploeg. Laatst die wedstrijd, alles 10 op 10. Geen blabla, gewoon 10 op 10. Of misschien een 9 en een gelijkspel. Ja, man. Wat ik dit seizoen wel zie bij City is wel zo'n beetje nonchalance. Die kunnen misschien nog Arsenal inhalen en nog altijd uit handen geven. Want ze zijn dit jaar iets anders. Maar ik heb het gevoel... Ik ga akkoord, hè. Maar ik denk, na die ene moment dat Pep zei van de ploeg is niet gemotiveerd, ze willen niet meer lopen, blablabla. En hij heeft zo even De Bruyne op het bankje zit, hij heeft Walker even op het bankje zit, Rico Lewis. Hij heeft zo'n paar basisspelers op de bankje zit. En ik heb sindsdien het gevoel van, City is terug weer dat oude City, we gaan over teams blazen. Ze hebben enkel die slippen bij Southampton gehad. Ja, maar ze hebben Leipzig geklapt, bro. Dus je ziet echt wel zo van, City is nu in een modus van, kijk, we gaan gewoon alles kapot spelen. Nee, maar Leipzig die klap. Ik denk dat Leipzig daar bestolen werd, heel eerlijk. 7-0 is niet bestolen. Nee, maar er is een fase... Kijk, de match loopt hoe die loopt. Maar als ik een antwoord gegeven, er zijn ook shaky beslissingen van de scheidsrechter. Maar ding is gewoon, City is niet meer zo angstjagend als vroeger. Ah, ik weet niet, man. Als ze beginnen te scoren, die gaan... als ze één erin leggen, dan is het 4, maar dat is de essentie van voetbal, hè? Ja, maar dat is eng, hoor. Ik zie je nog tegen een kleine ploeg, punten laten liggen, heel dom. Ja, ik zie het niet meer gebeuren, man. Ik zit wel gebeuren. Ik durf echt geld op te zetten. Ik denk dat City alle laatste 10 wedstrijden gewoon wint. Hè. Ik denk echt zo 1, 2, 3 wedstrijden gaan die laten winnen. Allee, zolang dat als Pep niet Spaans doet, want Champions League, dit is Champions League periode, dus dan durft hij zo al een beetje zo. Ik ga minder ploegen opstellen. Ja. Als hij niet Spaans doet in de Champions League, dus dat betekent van midweeks serieuze opstellingen, zo is speelkampioen. Ja, want ik denk echt die head-to-head wedstrijd op City. Niet die dat gaan die winnen. De plek is en maar denkt, die gaan die winnen, maar de rest van de wedstrijden. Want City is een ploeg, mentaal. Als die UCL eruit liggen, de rest gaat ook een beetje... Ja, maar Arsenal hebben elk jaar gehad. Ze hebben elk jaar gehad en ze spelen elk jaar kampioen. Ja, maar nog steeds. Ik denk echt... Pep weet zo van, Premier League is mijn ding. Ik vrees ervoor. Maar nu dat je dat dan zegt, je denkt dat City wint tegen Arsenal. Ja, maar dan alsnog nog niet... Oké, dus Arsenal speelt kampioen volgens jou. Ja, ik hoop het wel. Oké, Soos? Oh, dat is lastig, man. Ik ga het elke week vragen, want het gaat elke week veranderen. Ja, maar ik denk op dit moment denk ik wel van... Door deze game denk ik wel City, man. Ja? Dat City kampioen gaat worden, denk ik. Maar guy. Mwanza? Ja, voor mij was het gewoon... Arsenal maakt voor mij gewoon echt 100% kans als ze dit wonnen. Dus zolang City gewoon een vinger kan blijven pakken... Ja, man. Blijf ik op hun zetten, man. Ja, man. Het gaat heel spannend worden, denk ik, man. Ik heb ook nog een aantal actualiteitpuntjes. Misschien het eerste. Ik weet niet of jullie deze week hebben gevolgd over Kylian Mbappé. Maar dus er was een statement geweest over het gebruik van hem bij PSG. En hij zei van, ik ben niet de eerste speler hier. Dit is geen Kylian Saint-Germain. En ik kwam misschien daar jullie mening over vragen. Overdrijft PSG daarin? Nee. Steeds... Hebben jullie de video gezien? Nee, maar PSG overdrijft niet. Dit is wat zou gebeuren. En ik vind het een beetje dom dat Mbappé dat hij zo probeert te doen. Probeer het intern te fixen of zo. Van, hey, yo, ik wil dit niet. Dat hij zo naar buiten komt, irriteert me een beetje. Want toen Real hem wou, het was duidelijk dat alles en iedereen zijn best deed om hem te houden in Parijs. Dus je wist al dat ze de moeite die ze voor jou hebben gestoken om je te houden, zouden ze bij geen één andere speler doen. En dat wist je al. Dus dan weet je toch, als ze je gaan houden, dat jij boegbeeld bent van hun club. Like, jij bent PSG. Dat is gewoon... Je bent PSG, bro. Nee, maar... Ja, zijn issue is vooral dat toen ze die opname hebben gemaakt, hebben ze hem gezegd van dat is een gewone interview. Dat is niet promoclipje voor abonnementen, voor ons en zo. Dat is niet wat het is, snapte. En hij heeft dat dan... Die hebben niet gezegd wat dat was. Hij heeft die beelden vooraf niet gezien. Hij heeft gewoon op social media gezien en dan daarom is hij daar tegen. Maar ik denk ook... ja, PSG is gewoon geen serieuze club. Dat is echt serieus. Zoals Chelsea nu... Waarom? Clown, ja, maar dat is gewoon een reality TV-show eigenlijk. Nee, maar waarom vind je die move geen als serieuze club? Ja, kijk, zo'n dingen moet je niet buiten in de media, op social media oplossen. Dan bedoel je dan Mbappé. Allebei de partijen, want je moet als club kunnen zeggen van verwijder jouw post nu. Mm-hmm. Oké. Maar denk je dat je zo'n druk kan zetten op Mbappé? Daarom is het want je moet hem gelukkig houden. Als hij bij Real zit, doet hij dit niet. Oké. Bij geen enkele andere club kan dit. Merci. Zelfs niet bij Chelsea. Shara, je mocht je vast even breken, zegt Freddy. Oké, ja, maar letterlijk dat, man. Bij geen één andere grote club... Nee, ik wil even close-up op Shara doen, alsjeblieft. Ah, ja. Sip die waarde. Ah, nee, kom. Maak maar een goede slok, man. Maar nee, je toch... Geen enkele andere grote club zou dit kunnen accepteren. Never. En dan praat ik zelfs over clubs die op dit moment niet eens... daar zijn of zo, zeg maar. Ja, maar ik denk dat bij kijk wat United bij Ronaldo heeft gedaan. Ja, maar kijk, denk Ronaldo, 28 jaar, denk dat de club ook niks zegt, man. Nee, maar... Mbappé nu... Ah, sorry, man. Ik denk niet dat het zal lukken, man. Oké. Maar nu verander je van coach en zo. Kijk, wacht. Nee. We zeggen de club. De club zelf. Ah, wel. We halen coach uit kwestie. Oké. Ik denk... Wat Mbappé nu is met star power, dat hij gewoon kan zeggen wat hij wil, hij kan doen wat hij wil. Nee, weet je waarom het niet gebeurt bij United? Weet je waarom het niet gebeurt? De Legends. Geloof me, het gebeurt niet. Ik denk het wel, man. Ik denk het niet. Er gaat te veel iets zijn. Misschien Real niet, hè, maar ik denk zo, Kylian is bij Barça. Nee. Waar is het naar Barça? Nooit. Nooit. Ik denk het wel, man. Niet bij United, niet bij Barça, niet bij Bayern. Nee. Zelfs niet bij Chelsea. Niet bij United, man. Atletico zeker niet. Bro, want je moet beseffen toch, zelfs toen... Maar Kylian is op dit moment het, hè. Ja, maar zelfs toen spelers op fuckery waren. Het is altijd, bro, heel vaak gewoon United boven de spelers. Ja, man. Ik moet nu voorbeelden nadenken van wanneer dit is gebeurd. Besef, hij doet dit bij Bayern. Yo, spelers, besef dat spelers het niet eens durven te doen. De dingen die hij doet... Spelers zouden het niet durven te doen. Maar wat heeft hij nu gedaan? Gewoon gezegd, dit is niet... Nee, wat hij eigenlijk nu zegt is van, dit is geen one-man show. Ja, nee, maar je moet het intern doen. Dus is dat geen positieve post? Nee, maar het is intern, bro. Kijk, we hebben al een beetje een beeld van Mbappé die een beetje egoïstisch is. En, ja, ik vind juist niet. Nee, mensen zeggen dat. Ja. Dat hij die guy is, dat hij een beetje... Hoe zeg je dat? Hij is egoïstisch, hij speelt niet samen met iedereen. Hij is altijd zelfcentrisch, snap je? Ja. Ik snap dat hij zelf wil beschermen. Maar niet op deze manier, snap je? Ik begrijp hem ergens van, man. Maar ik begrijp hem, dat is niet juist. Tegelijkertijd, mijn ding is gewoon, bro, jij bent onze hits product. Natuurlijk gaan wij aan naar voren. Ja, dit kon je intern oplossen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Hij is gewoon al te vaak echt open en bloot aan het zeggen van PSG is van petit. Ik ga een vraag stellen naar de kijkers toe. Kan Mbappé of kon Mbappé dit bij een andere club doen? Want ik denk wel, man. Nee, man. Met een topclub, hè. Dus niet afkomen met Chelsea's en zo. Nee, daar ook niet. En weet je waarom helemaal niet? Ik denk jullie beseffen niet. Nee, op dit moment, hij is gewoon... Kijk, hij is de niks, sorry hè. En dan laat ik Mwanza spreken. Mm-hmm. Hij is op dit moment de guy die eerst in lijn staat voor een Ballon d'Or te winnen. Nee, Brian. Die moet je in je ploeg hebben. Brian. Hij is de guy die all-time records kan verbreken. Nee, die moet je in ploeg hebben. Weet je waarom helemaal niet bij een andere club? Want hij is van Parijs. Bij United, bro, ze zouden denken van... Nee, United misschien. Ik denk dat die clubs zo groot zijn, maar ik denk andere clubs wel, man. Nee, waarom? Echt niet. Yo, je bent geen Catalaan, je bent helemaal niet... Bro, wat ga je dat doen bij Barça? Barça gaat denken, kill, sodemiet erop, man. We hebben Messi gehad, wie ben jij, G? Er zijn dingen Er zijn levels van disrespect als je dat doet bij een club die je zelf respecteert, want PSG respecteert zelf gewoon niet. Die hard fans. Ik ga nu een vraag stellen. De deal dat Mbappé nu heeft gemaakt met PSG, hè, over zijn heel zijn beeldrecht en al die dingen. En wat hij nu aan het doen is bij de nationale ploeg. Hij komt naar Real en vraagt dezelfde dingen. Krijgt hij dat ja of nee? Nee, man. Ronaldo heeft ook zijn rechten gekregen bij Real, hè? Toen. In beperkte mate. Hij heeft niet volledig. Ja, maar ik denk niet dat hij volledig gaat krijgen, maar wel. Ja, maar kijk wat Real doet zonder Ronaldo. Like, op dit moment, Real boeit het echt niet, man. Dat gaat niet gebeuren, man. Real nog, het ding is, jullie vergeten, hè. Ik ben eerder fan voor Barca dan ik ben voor Real. Ja. Maar Real Madrid is de grootste voetbalclub in de fucking wereld, bro. Wie ben jij? Ja, sta in. Real begrijp ik nog wel. Maar ik denk dat er wel een aantal clubs zijn in Europa. Ik denk het niet, man. Ik denk dat ze enkel... Zo'n slap on the wrist, hè? Ik denk dat ze enkel zo willen kijken naar kinderen van de club en zo, zou ik bedoelen. Maar voor de rest, nou, dat willen ze niet horen. Nee, oké, kan wel. Want volgende wedstrijd gaat hij gewoon weer kapiteinsband dragen. En snap je, hij is weer die guy. Kijk maar dat Bayern dat toelaat. Dat kan hem niks schelen, snap je? En zijn broer is ook in de jeugdreeks de kapitein, terwijl... Waarom? Zat je? Waarom? Zat je? By the way, nog een vrolijk pas aan iedereen gewenst. De volgende punt. We hebben op Twitter een aantal dingen zien gebeuren. Valverde, die blijkbaar een speler van Villarreal heeft geslagen, Buena. Nu, zo zei wel van het kan fake zijn, maar om even gewoon te kaderen wat er is gebeurd. Na de wedstrijd was dus Valverde aan het wachten aan de teambus van Villarreal om iemand een paar pakjes te gaan geven. En heeft blijkbaar dus Buena kapotgeslagen. En Valverde zei dus daarna van, kijk, zeg nu wat je zei over mijn zoon tijdens de wedstrijd. En wat dus nou wordt gealleged, ik weet niet hoe dat zit in het Nederlands, maar naar verluid heeft hij dus iets gezegd over de vrouw van Valverde had dus op het moment een miskraam, niet echt een miskraam, maar zo een miskraam scare. Ah, oké. Ja, ze hadden niet echt een effectieve miskraam, maar het leek erop. Dus... Hij had dan iets gezegd van, hij werd getackeld van, ga nu huilen zoals jij met je zoontje hebt gehuild. En Valverde heeft hem gewoon geklapt. Gewoon, snap je? Streetwise. Ja. En ik vind, en ik zei het nog gisteren toen we profs aan het spelen waren, ik vind dat sommige dingen niet gestraft mogen zijn, man. Ik vind als dat echt gebeurd is, dat je iemand mag klappen, man. Ja. Zelfs toen Zidane die rood kreeg, terecht, man. Wat heb je gezegd? Oké, doe maar. Gewoon 5 minuutjes. Vas-ie. Ja, kijk, ik zeg het vaak voor een grap van, wat je bij ijshockey hebt, toch? Dat je eventjes kan vechten met elkaar, dat zal echt dope zijn in voetbal. En minder mensen zouden stoer doen op het veld. Mensen zouden gewoon sneller denken van, nou laat, maar ik ga dit niet doen, zeg maar, toch? Maar wat ik wel ga zeggen is, de manier hoe Valverde het heeft gefixt, is een beetje dom. Als je weet dat je iemand toch pakjes gaat geven, doe het slim. Laat iemand het doen. Ja, laat iemand het doen. Ja, maar het is respect. Soms moet je zelf dingen aanpakken, man. Ja, maar soms als zou je het zelf willen aanpakken, dan zou ik je nog steeds niet na die game pakken. Dan zou ik je misschien 3 dagen... Want ik wil niet geschorst worden. Bro, bivakmuts vibes. Precies, man. Ja. Ik zou je gewoon catchen in de street. Bro, we wonen in Spanje, bro. De wereld is klein, ik pak je sowieso, man. Is geen stress. Ik pak je niet vandaag dan, maar ik pak je later. Want en zelfs... Dit is mijn buit, man. Uitgesteld. En zelfs... Die kan daarvan lang, hè. Je bent lang paraat. En zelfs als het risky is, onthoud het. Ja, onthoud het. Na je carrière. Je komt thuis, eerst wat je doet opschrijven, ik ga hem klappen. Yo, je gaat niet begrijpen. Maar mijn ding is gewoon... 5 jaar de klap hier ineens. We hebben allemaal zo die beelden gezien. Ik weet niet meer wie dat het was, maar het was een speler in de Turkse competitie dat racist was tegen iemand... Van beide ploegen. En die hele Kima's hebben hem gebroken. Ik zou dat gewoon op die manier aanpakken, man. Snap je wat ik bedoel? Snap je? Ja, ik had tegen Fenerbahce. 1 van de 2, ik weet niet. Maar... tegen Pierre Wibbel. En uiteindelijk is hij die rood zelf gepakt aan het eind, hoor. Ze hebben hele Kim hebben ze gebroken. Ze hebben hem echt gebroken, man. En daarna heeft hij zelf die laatste lijpe tackle, maar ze geven hem rood en denkt, no spot. Gewoon, snap je? Dat zou ik ook eerder doen. Gewoon Roy Keane, Alfie Haaland. Maar in de nuts. Het ding is, ik ben voor shithousery en trash talk en alles. Ja, ik weet het. Er zijn grenzen. Nee, klopt. En dingen die je niet zegt. Niet zeggen. Ja, zo grens. Maar shithousery moet kunnen, hè. Daar vraag ik mij wel af van... Ja, hoeveel dingen worden er gezegd tijdens een wedstrijd? Ja, we hebben wel een idee, maar je weet nooit hoe dat is op het hoogste niveau. Maar ik ben echt verbaasd dat dat nog niet eerder is gebeurd, man. Dit? Ja man. Want ik zag wel een clipje afgelopen week over Materazzi, want hij is nu zo heel veel podcasts aan het doen. Ja, hij zei dat hij iets anders had gezegd. En hij zei van... Ah, ik weet niet meer. Zidane zei het tegen mezelf. Ja, ik zag het gisteren nog. Ik heb liever jouw zus. En dan Zidane... Plop. Maar blijkbaar omdat zijn moeder dan op dat moment ziek was. En was heel veel met zijn zus aan het bellen om alles te fixen. Maar dan de momenten zo van, bro... Ik denk dat er redelijk nog veel gebeurt, maar heel veel gewoon poesies. Ik kan je het niet herinneren. In de Eredivisie is het gebeurd met... was het Denzel? Nee, het was niet Denzel. Het was... hoe heet die ene guy? Het was van Feyenoord, bro. Gingen ze elkaar wachten in de Lens ja, en... hoe heet die? Matthijsen, ja. Matthijsen beklemde hem ook. Jackie. Hij zat te tuimeren. Hij zat gewoon te... Hey, dat was, hij was gangster. Hè? Hij was aan het wachten gewoon. Hij klemt hem ineens op. Matthijsen... Ik kon nu even een bruggetje maken. We hebben ook gezien wat er gebeurt met Lukaku. Quadrado. Wacht, als Quadrado niet beschermd wordt, gaat hij dan... Als je zegt van, oké, ze mogen jullie, zou hij zo gedragen? Ah nee, maar... Als je zei van, kijk, 5 minuten even... We zeggen veel dingen over Lukaku, maar één ding wat ik Lukaku altijd mee fucking heb, en daarom ook een van mijn MVP is, hij houdt altijd dezelfde energie. Ja. Maakt niet uit wie je bent. Zlatan of Quadrado, ik ga jou klappen. Hey, Quadrado. We zien je. Ja, man. We zien je. Dat was nasty. We zien je. Dat is zo'n nasty work, man. Ja, dat was vies, man. Maar wacht, even kaderen weer. Dus er was een wedstrijd tussen Juventus en Inter Milan. Dat was ook deze week. Ja, was midweek. En Lukaku had dus een penalty voor Inter. En ze waren weer apelig geluid aan het maken. En Lukaku prikt. En hij doet zo en dit. Ja, staat Rashford. Maar ja, het ding is, we hebben België gezien over de inlandperiode, dat was gewoon zijn standaard celebration. Alleen heeft hij dit erbij gegooid, maar who cares, snap je? Maar hij krijgt dus daarvoor een tweede gele kaart voor de celebration. Maar het ding is dan, als we naar de beelden terugkijken, is het ja, Quadrado die dan komt snitchen eigenlijk. Maar mijn ding is dan, als Quadrado, je bent zwart, bro, snap je? Ik bedoel... Dan moet je gewoon even zeggen van, maakt niet uit of dat je tegenstander zijn of niet, of je wilt iemand anders naaien of zo. Bro, we both black, man. Nee, dat maar dat is het ding een beetje wat ze heel vaak zeggen over bepaalde Zuid-Amerikanen. Ik weet het, Mino black, mi Colombiano. Mino black, mi Dominicano. Ze zijn op die mode, snap je? Maar het is jammer, want uiteindelijk, het is nu bij hem gebeurd. Toch? Dus ja, nu tegen Lazio doen ze het nu bij jou. Ah, zeg nu dan. Snap je? Praat nu dan. Het ding is, Eto zei is van... Die soort huisnegers zijn echt probleem. Nee, maar dat is zo. Ik ben bloed serieus. Dit is een sensor. Time man. Ik ben bloed serieus. Wacht, Fred, kun je gewoon voor de zekerheid dat even markeren gewoon. Bloed serieus. Dit is een sensor. Broer, ik ben je hebt me echt op God gekend, bro. Maar de rest, dat is zo. Yeah. Dat is het probleem waarom wij dit niet kunnen oplossen. Want je hebt altijd dan intern mensen die dan aan de kant van... Ik hoor ze Koens of zo, broer. Nee, man. Ik citeer Eto en hij heeft dat zo gezegd. Les nègres de maison. Zo. Snap je? Huisnegers. Ja, je hebt gelijk. Maar ik citeer Eto. Snap je? En dat is het probleem, want je hebt altijd zo'n guy in je team of in je league daar speelt. En als iets gebeurt, gaat hij aan de kant staan van de wagen zeggen van ja, dat is niet zo erg of dat is niet persoonlijk, bro. Sommigen, niet iedereen, hè? Nee, maar die verplichten voor iedereen. Snap je? Maar ik vind het nog steeds gewoon lijp, toch? Want bij Moiskin was het ook een ding als een tijdje. En dan zei Bonucci van ja, dat is zijn eigen schuld, denk ik. Van, fucker, snap je? Ja, en was allemaal bezig. En wie was het voorzitter van Serie A of voorzitter van Napoli? Die zei van als ze gewoon scoren, dan klapt iedereen gewoon of zo. Nee, ik weet niet, had ook iets raars. Mijn ding is ook gewoon, kijk, we weten dat dit gebeurt, dat zo vaak gebeurt. We gaan niet elke keer een lange speech over houden. Ja, maar, sowieso. Maar Brian, het is gewoon weer teleurstellend dat dat weer gebeurt. Maar mijn ding is dan van, waar ik altijd wel mee fuck met Lukaku is van, en ik wil gewoon op Lukaku focussen, niet op die situaties van. Hij haalt altijd dezelfde energie. Hij is altijd even outrageous als zo'n ding is gebeurd. Het is niet dat hij kiest. Ja. Hij is altijd zo. Mijn enige ding is, broer, en dan is het dan voor de rest van de spelers op dat veld, is van stap gewoon weg, man. Als dat gebeurt, dat iemand is als niemand. Want dat is gewoon... En nu is er wel een bericht gekomen van de Serie A van, ze willen dus zo gaan, denk ik, de helft van de capaciteit van Juventus in de volgende wedstrijd verminderen. En ook degenen die daar hebben geroepen schorsen. Als we daar een schorsing gaan helpen. Want, ja, we kennen allemaal was er iemand die is geschorst geweest en die gewoon binnen geraakt, snap je? Ja, tuurlijk. Dus dat helpt niet. Mijn ding is gewoon van Lukaku, ik fuck daarom met hem, is van... Gewoon, hij zei, kijk, kom maar naar daar. Ja, pure. Geen blabla, kom maar naar daar. Snap je? Niet, want veel mensen voelen zo takkie-takkie, hoofd tegen hoofd. Hij zegt gewoon, we gaan, want hij weet, want wat jij zegt van, slim, we gaan nu in die gang vechten. Ja. En ik weet, Lukaku, broer, jij bent van Brooklyn. En I'm on beat your ass. I'm on beat your ass, man. Nee, maar zoals je zegt, als je een 5 minuten geeft, zegt mat tegen elkaar. Ja, man. Gaat Quadrado zo doen? Nee, mensen gaan stoppen. Voilà. Tuurlijk. Simpel. Broer, we hebben allemaal... Ik heb nu Avengers gekeken en zo, broer. Daar gaan gewoon die... Ja, opstijgen. Maar nee, ik ook wel hard vond, is Rock Nation hun aanpak rond de situatie ook wel iets dat ik mooi vond. Hoe ze hem hebben gebackt. Rock Nation moet eerst de haren fixen van Trent, man. Die nigger lijkt te veel op Jay-Z, man. Wauw. Oh, bro. Dat is voor niks nodig. Niks te wachten met die moed. En wat ik ook wel hard vond, is bijvoorbeeld Memphis die zegt van... Het zijn niet UEFA en FIFA die gaan oplossen voor ons. We moeten dat zelf oplossen. En hij heeft een paar spelers... Ja, een paar mensen getagd. Dat is wel de way to go. Als mensen, legendes, samen met actieve spelers die influence hebben, opstaan en zeggen van we spelen of we doen dit niet, of we gaan dit en dit doen, daar rond, gaat dat wel werken. Ja, bro, want het zijn niet de mensen die miljoenen draaien rond voetbal en de wedstrijd die gaan stoppen voor jullie, snap je? Bro, ze gaan weer op hun knie zitten en dan gaan niks veranderen. Man. Ja, maar gaan niks veranderen. Maar het is met heel veel shit, man. Ook gewoon... Oh. Het is lang gaande. Balotelli is ook al jaren aan het advocaten van guys, laten we iets doen, maar... Niemand... Er gaat niks gebeuren, bro. Snap je? Dan heb ik ook zoiets van, we kunnen elke dag gaan zitten en zeggen, oh, we zijn teleurgesteld, Bro, was nieuw, man. Ik ga even nog snel de rondes doen in de Pro League. Omdat er dus een aantal wedstrijden zijn geweest. En ik dacht, we zouden praten over KVB-beker. Wat was gebeurd, man? KVB-beker? Heb je niet gezien? Ah, je mag het zeggen. Allez, ja, tuurlijk. Ja, man. Het was de klassieker in de beker. En op een gegeven moment... Sowieso mogen uitsupporters nooit bij de klassieker komen. Ja. Dat is sowieso al iets heel erg jammer. Ja. Maar er werd een aansteker of een dartpijl. Ik weet niet wat het precies was. Was gegooid naar Klaassen vanuit stands. Ah, ze hebben hem geraakt. Ja, toen hebben ze hem geraakt. En... Ik weet niet, man. Supporters moeten echt soms naar hunzelf beginnen te kijken en beginnen na te denken van, je fokt je club gewoon op. Heel vaak hebben Feyenoord supporters dingen voor hun club opgefokt. Gewoon boetes en alles. Terwijl Feyenoord geldproblemen heeft. Ja, ze hebben niet die doekel, man. Snap je? Dus hoe de fuck ga jij naar een Europese uitwedstrijd, dan ga je daar hijsa creëren voor niks. Je helpt je club. Net als, hoe ik het ga zeggen, Feyenoord heeft letterlijk verloren van Ajax laatst. Puur door dat gewoon. Niemand speelde meer goed daarna. Het was daarna alleen maar irritatie. Mensen probeerden alleen maar domme shit doen. Niemand speelde meer juist voetbal. En dan sta je 2-1 achter. Als je gewoon vanaf het begin gewoon volop achter je club staat en gewoon je toch blijft gefocust, dan is er niks aan de hand, man. Maar dit is gewoon te veel, man. Te veel van deze bullshit gebeurt. En niet alleen, voetballend. Het hoort gewoon niet thuis. Het hoort gewoon niet. Spelers moeten zich gewoon... beschermd voelen. Het is een werk. Ik ga ook niet naar werk om uiteindelijk aangevallen te worden door iemand. Het is raar. Het is gewoon raar. Ja, man. Maar dat gaat dan ook, dat sluit ook aan met die hele Lukaku-incident is van wauw, Allah bedoel. Als dat uw manier is van aanmoedigen, ja, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Het werkt averechts. De wedstrijd staak ik het vandaag. Ik was Genk, standaard even aan het kijken, heel kort. En zij waren ook al met flares aan het gooien op het veld. En ja, je helpt je bloed er niet mee. Nee, man. Die speels vinden dat ook niet leuk. Want veel speels zeggen ook gewoon van, bro, ik moet nu een half uur wachten voordat alles opgelost is. Je helpt niemand daarmee in die situaties. En dan vind ik het gewoon jammer dat dat blijft gebeuren. En dat die altijd denken aan de situatie met Grealish in de Championship. Want dat beeldje komt zo heel vaak terug. Daar van hem heeft je klap langs achter. Nooit gezien? Oh, nee, dat was ook laatst gebeurd bij Willem Jetro. Ja, Willem Jetro was het ook gebeurd. Bij Groningen? Ja, bij FC Groningen. Toen werd hij ook geklapt door. Dat is ook zoiets dat ik denk van, wat de fuck? Maar ik begrijp dat ook niet. En dan kunnen we naar heel veel zaken gaan. Hè. Bijvoorbeeld nu, ik denk aan Sporting Lissabon, Sporting Club. Toen hij zei 2 jaar geleden de titel verloren en alle supporters wachten op de trainingsveld om hem in elkaar te gaan slaan. En dan zie je dat er 6, 7 topspelers weggaan van die selectie. Je denkt van, we zijn allemaal gepassioneerd om voetbal. Ja. Iedereen heeft zijn eigen club gehad, iedereen heeft alles meegemaakt. Maar ik ga ook niet, andere spelers uitschelden. En het grappige is, als je die guys gewoon catch real life, 1 tegen 1 is het, maar ik pik al snel. Mag ik snel even. En dan vind ik van, maar met wat zijn we dan eigenlijk gewoon bezig? De bedoeling van voetbal is van entertainment. We kijken de sport. Het moet leuk zijn. Maar er moet inderdaad wel een grens zijn op... Gezonde rivaliteit. Ja, alle extra, man. Ik begrijp ook niet het uitschelden en zo. Ik ben daar niet fan van, snap je? Ja, ik geloof ook oprecht, als je zo'n dingen doet... Dat is wedstrijd dat je echt niet van voetbal houdt eigenlijk. Ja, nee, maar je bent gewoon niet daar voor voetbal. Je bent daar niet voor voetbal. Je hebt een hele andere agenda. Als je daar komt en je denkt van... Yo, ik ga shit op spelers gooien. Ik ga... Spelers slaan. Spelers slaan, zo... Like, Maar ik denk ook gewoon eens emotie, man. Wat voor agressieprobleem heb je, broer? Ja, man. Hoezo word je dom? Snap je? Ik word ook soms maas dat je net verliest en zo, bro. Maar ik ga niet... Snap je? Ik kan niet vrat lopen iemand gewoon trappen. Ook het zwakste iets gooien. Iets gooien. Echt zwak. Ja, maar je weet ook, zeg maar, die voetballers kunnen niks doen. Snap je? Want dat is het ding. Ik weet nog, vorig jaar Eric Dyer... iemand had iets gezegd over zijn familie. Hij is in de tribune gegaan. Die guy was aan het lopen, broer. Snap je? Dus dat is mijn ding van, oké, je moet het toedoen. Maar kom dan ook naar beneden om die consequenties te gaan aannemen. Man. Keep the same energy dan. Dat is keep the same energy, man. En ook als je die guys dan in hun vrije tijd op straat ziet, probeer dat dan ook. Want dan gaan ze je gewoon pakjes geven. Genoeg guys. Net als heel veel mensen praten over Tajis dit, Tajis dit, dat. Zeg het tegen Tajis in real life. Tajis gaat je kapot slaan, vriend. Nee, doe het. Voetballers moeten meer beschermd worden. Het gaat niet alleen om stadionverbod en zo. Ja, nee, man. Vervolgen die guys. Ja, stadionverbod doet soms niet eens wat, kill. Sommige mensen komen gewoon binnen, ondanks dat ze een stadionverbod hebben. Ja. Dus dat boeit het. Ja. Kijk, zulke dingen, slaan, dingen gooien, dat zijn niet mensen die komen voor de wedstrijd. Die komen echt soms een weddenschap gewoon, snap je? Die zijn daar gewoon voor dat gewoon missie. Hoeveel ruïne kan ik doen in Nederland? Voilà, exact dat. Dus die actie kan je niks schelen, spelen kan niks schelen. Dat is gewoon, ik moet mijn weddenschap halen, ik moet iemand slaan, ik moet dit doen, ik moet op internet komen. Ik moet viraal gaan, dat is alles. Ja. Het is jammer, man, dat mensen een mooie sport zo willen gaan verpesten. Heel veel dingen, voetbal heeft zoveel blijdschap aan mensen gegeven, maar er zijn altijd bepaalde dingen waarvan je denkt van, kill, waarom, G? Ja, het zijn momenten, denk ik. Ik bedoel, ik denk ook, als we kijken naar het WK toen in Nederland, ja, dat is supermooi hoe dat jullie met 2 hier vallen voor de beamer, omdat Nederland scoort. Maar ik denk, daarom, dat is een reden waarom dat wij naar voetbal komen. Acties. Die emoties. 1-tegen-1 acties zoals van Núñez vandaag, dat zijn acties waarvoor we leven, bro. Dat is wat je moet zien. Die actie was degulas, bro. Die actie was degulas. Ik heb nog nooit zo... Broer. Nee, maar de minst technische guy die een actie moet gooien, maar echt gewoon, broer, out of character, bro. Ja, man, dat was echt... Hij probeerde echt Neymar, hè. Maar mijn ding is, ja, als Neymar dat doet, dan zit er nog zo'n beetje... Aesthetisch er goed uit, broer. Die guy, hij is 2 meter lang, hij doet zo, broer. Maar het ding is, je weet, als guys geen skills hebben, vanaf dat ze zo beginnen doen. Want het is altijd zo, je doet, het is goed, je doet even tak, tak. Hij doet gewoon zo. Toen wist ik, nee, man, it's not in your locker, man. You don't have the minerals for that, man. Dus, terug naar de Pro League even. Genk heeft vandaag verloren met 2-0 tegen Standard Liège. Dus zij komen nu op 3 punten voorsprong nog steeds van Union. Union heeft gisteren wel gelijk gespeeld, of de dag ervoor gelijk gespeeld tegen AA Gent. Maar het is eigenlijk helemaal heel spannend. Als je ziet, dus de top 4 staat nu onder Genk met 71 punten. Sorry, Union met 69 punten, dus 2 punten achter Genk. Op plaats 3 heb je Antwerpen met 66 punten en dan op plaats 4 heb je Gent met 35 punten. Dus je ziet wel het verschil tussen 1 en 4 is groot, maar tussen 1 en 3 veel kleiner. Play-off 2, Brugge nog steeds, maar ze hebben evenveel punten als Gent. Dus daar gaat het nog heel spannend zijn, nog 2 wedstrijden te gaan. Al heeft Gent wel een beter doelpuntensaldo. Standaard heeft met die 3 punten ook een heel goede zaak gedaan. Staan nu op de 2e plaats in play-off 2. Staan op plaats 6 eigenlijk. Dus op plaats 7 staat Westerlo met 49 punten. En op plaats 8 Charleroi met 47 punten. Wedstrijd dat ze nog moeten spelen, denk ik straks. Of morgen dat ze moeten spelen. En dan heb je Anderlecht op plaats 9, dus net buiten play-off 2. En als we dan kijken naar de degradatiekanten. KVB is op dit moment nu aan het spelen tegen Sint-Truiden. Ze staan nu op de 16e plaats met... evenveel punten als Zultuarium. En op de laatste plaats staat Sarijn, die waarschijnlijk dus gaat degraderen. Moesten zij hun volgende wedstrijd niet winnen. Maar het is heel spannend in heel veel competities. Als je ziet, Premier League is het heel spannend. In Serie A was het even spannend tot aan Napoli zei, we gaan iedereen klappen. Gilles, ik weet, je hebt gewoon tegen Napoli, maar goed gedaan tegen Empoli, toch eens. Ja, het is wel spannend in de Pro League. Ik vind dit van een van de leukere jaren. Omdat we ook richting de play-offs aan het gaan zijn weer. Maar het is wel heel opvallend hoe dat Genk dit jaar een beetje die kampioenschap is aan het weggeven. Heel goed gestart, WK's gekomen, speels gekocht en is helemaal naar beneden aan het gaan. En dan ja, de degradatiestaat is al ook heel spannend. Dan gaan we even naar Portugal. Sorry, ik ga even een klein solo-stuk doen. Porto heeft gewonnen met 2-1 tegen Benfica. Oh, wow. Dus zij komen dan dus op 7 punten van Benfica, wat dan nog steeds wel haalbaar is. Maar het verschil was eerst 10 punten, nu 7 punten. Dus daar was het nog een beetje spannend. En dan kijken we dus verder naar gewoon, andere competities, waar het Ajax dus ook een inhaalbeweging aan probeert te maken op Feyenoord. Maar Feyenoord staat nu wel 3-0 voor tegen RKC. Ja, het is op dit moment ook qua hun schema. Ze hebben een stabiele schema op dit moment. Als ze gewoon niet... Oostende wordt 3-0 geklapt door Sint-Truiden, broer. Damn. Wat? Sorry, maar nee, Feyenoord op dit moment is het gewoon van, nee, toch, als ze gewoon hun hoofd erbij houden... worden ze gewoon kampioen. En Ajax moet nu eigenlijk met PSV gaan strijden voor de tweede plaats. Het is jammer, maar ik keek vandaag ook naar onze selectie. En ik had gewoon zoiets van, damn. Het is echt shit, man. Like, we hebben echt veel geld uitgegeven, maar wat hebben we er eigenlijk voor teruggekregen? Bijna niks. Heel veel van onze aankopen zitten op de bank. Bessie, Wijndal, zitten allemaal op de bank. Je hebt echt zoiets van, wat, Brobby. Je hebt gewoon zoiets van, ja, zoveel geld uitgegeven aan spelers en dat lukte niet. Als je kijkt naar een Bergwijn bijvoorbeeld, heel matig. Heel matig. Je had meer verwacht van hem. En dat is het een beetje, man. Als je kijkt... Sorry, man. Als je kijkt bijvoorbeeld naar PSV. PSV ook heel erg jammer voor hun dat ze Gakpo hebben weggedaan uiteindelijk. Want ik denk als Gakpo er nog was, hadden ze niet zoveel punten verloren. Dan was het ook nog wel een strijd geweest. Maar op dit moment... Feyenoord moet gewoon... Ja, toch autopilot. Hun ding doen. Europees een beetje hier en daar proberen te fixen. En dan hoort het wel goed te komen voor hen, man. Het gaat mooi zijn, man. Ik kan nog misschien één ding heel kort bespreken voor we dan dus naar United gaan tegen Everton. Ja, want we moeten nog Glory United nog een stukje doen. Lampard is aangesteld geweest als trainer van Chelsea. Hij is, hoera. Hij is caretaker manager op dit moment, dus hij gaat het op interim overnemen. Ik heb wel gehoord, als hij iets doet in de Champions League, kan het wel zijn dat ze hem een tweede kans geven. Ik hoop het niet. Maar ik zei dat Potter ontslagen was en ik zag iemand hier in deze ruimte zeggen Potter out, jee, ik ben blij, ik ben super blij. Cher. En dan komt Lampard binnen, dus mijn vraag is gewoon, ben je nu gelukkiger of minder gelukkig? Ik denk, dat, over de trainer. Nee, maar het ding is bij Chelsea... Dat jullie slecht zijn. Ah, nee. Dit is Hagra moment. Setup, echt een setup. Yes. Maar, neem het nee, maar ik weet, het is een moeilijk seizoen en het probleem is gewoon te diep. Poos. Dat is gewoon... Boeli... Nee, maar hij zit poos. Maar het ding is, Boeli is iemand... Als je denkt van het is het ergste nu, hij doet nog iets erger. Snap je? Want hoe kan je Potter ontslaan? Iemand die ja, eigenlijk de vervanger is van de vervanger van Lampard. Mm-hmm. Dus je gaat elke level hoger en nu ga je helemaal terug naar de basis. Mm-hmm. Dat is wat ik niet snap. Ik denk wel dat ja, met de kern die we hebben, kan je niet echt... Ik snap niet dat er nog altijd... Oké, dat pakt tijd, hij is er pas. Champions League iets doen. Die zijn gewoon slecht, hè? Maar gewoon eerlijk. Nee, het ding is, Champions League is nooit echt rot. Nee, dat is nooit rot in de wedstrijd. 11e is de rot, broer. Ja, nee, resultaten zijn rot. Maar het spel zelf is gewoon afwerking. Ja. Ik ben het er niet helemaal mee. Maar voetbal is afwerken. Dat is waar, daarom. We staan 11e, toch? Slecht. Besef dat jullie die 40-point-mark niet eens hebben om safe te zitten. Jullie zijn dichter bij degradatie dan dat jullie dichter zijn bij... Dat weet ik. Bij ons. Dat weet ik. Niet eens. Maar dat ding is, jarenlang we waren down bad, maar we waren nooit alles te broeren. Ja, maar weet je, is, kijk. Chelsea heeft gewoon die seizoen uit 2015 waren tiendes. Ja, man. Wat? Nee, kijk, dit heeft Chelsea best wel vaak. 11e! Waren tiendes. Mourinho's laatste seizoen. 8e? Toen hij ik over kwam nemen. Ja, maar het is close. We gaan niet 11 eindigen. Nee, 11 is direct de tabel, broer. Ik denk niet dat ze 11 gaan eindigen. Kijk, je speelt allemaal FIFA, toch? 1 tot 10, je moet nog eentje naar beneden tikken, broer. Ja, maar 11, dat is nu. Die kunnen nog makkelijk 7, 8 eindigen. Ik dacht dat ook een paar weken geleden, man. I don't know, is easy, bro. 11 is niet de finale stand. En we hebben tiendes gestaan met... Toen Hiddink kwam, toen stonden we tiendes. Ja. Maar dit is echt een ramp, bro. Ja, maar I know. In tweede klas is het ook leuk. In tweede klas is ook plezant. Papa Jones is ook plezant. In tweede klas is ook plezant. We gaan gewoon switch doen met Burnley. Het ding is, ik snap niet waarom Havers... Waarom weigert iedereen om met de 9 te spelen? We hebben dat Fofana, we hebben Aubameyang. Die zijn gewoon fit. Ze zijn gewoon fit, hè? En spelen niet. Is Fofana een Senegalees? Nee, hij is voor jou. Wie speelt goed? Fofana? Geprobeerd. Ik ben Havers hartsman, maar hij is gewoon geen spita, man. Nee, hij is uit positie spelen. Die kans die hij, wanneer hij niet trapt of mist, hoe boos word je? Weet je? Nee, kijk. Hoe boos word jij? Yeah. Ja, nee, broer, als je zegt thuis. Ja, nee, maar ik ben daar al overheen. Ik heb nu gewoon zoiets van... Je weet wat hij is. Ja, man. Je weet het al gewoon. Je kan zo boos worden. Ik ben op die stand gekomen van... Ik was boos. Ik ben teleurgesteld geraakt. En nu heb ik gewoon zoiets van... Nee, mijn ding... Hier is wat hier is. Ja, wat moet ik doen? Nee, maar soms moet je gewoon kijken. Accepteren wat de speler is. Ja, ik heb geleerd, soms moet je dingen voor face value krijgen. Als iemand zegt tegen jou, ik ben dit, jij bent dit. Dan ga je niet zeggen, nee, je bent hard, je bent hard. Want ik geloofde in jullie, hè. Ik geloofde in jullie. Ik zei nog altijd, jullie gaan nog top 6 halen, Conference League. Jullie gaan geen Conference League spelen, geen Europa League, broer, geen Champions League. Misschien is dat ook beter. Maar misschien is dat ook wel beter. Maar 11e, broer. Nee, wacht. Kijk, 11e eindigen, dat is niet... Dat moet niet gebeuren. Maar ik denk dat het beter is op dit moment om volgend seizoen... Te focussen op Premier League. En dat pakken ook. Maar dat is losers, man. Nee, maar uiteindelijk, soms moet je dat doen. Kijk, nu ga je zomaar shit proberen te forceren. Je gaat zomaar meer spelers proberen te halen. Allemaal raar dingen. Je hebt nu gewoon een trainer nodig die met een visie gaat komen. En die gaat zeggen van, yo, dit is mijn plan. Dit is wat ik wil gaan doen. En daarop gaan verder bouwen. Want Boelie heeft dat echt nodig, want hij weet niet precies hoe en wat. Dat is wel de fout dat jullie hebben gemaakt is... Wat een redelijk goede kern was, of wat een goede kern was, heb je daar heel veel bij gehaald. Maar voor mij zijn het heel veel dezelfde profielen. Nee, ik vond het juist geen goede kern. Nee, maar een betere kern dan 11e. Dat wel. Als je kijkt naar de originele 11, de originele... Ik heb snelle vraag. Als Tuchel niet ontslagen werd, denk je dat hij hoger gehaald zouden hebben dan met die spelers? Ik denk het wel. Op basis van wat, doe? Want dat hij weg moest? Jullie doen precies dat zijn ontslag zo uit de lucht werd gevallen. Nee, ik heb het einde van vorig jaar was dat ook gewoon niet goed met Chelsea. Ja, maar daarom zeg ik, ik ben de persoon die zegt, Tuchel moest weg. Okay. Maar er is gewoon de verkeerde trainer voor in de plaats gekomen. Ja, maar Tuchel doet beter. Huh? Tuchel doet beter. Dan maar daarom moest je een betere trainer halen. Want je moest niet met Potter, maar je moest een betere trainer. Tuchel moest ook weg omdat voetbal gewoon lelijk was bij Chelsea. Ja, ook, en nu? Ook de finales die hij heeft verloren en zo, 2 keer FA Cup finale verloren, gewoon... Penalties. Maar je hebt shit gespeeld die hele keer, man. Ja, maar dat is... Sorry, maar Chelsea speelde altijd shit onder Tuchel. Ja, dus dat is zo van... Je wist wat je had, alleen het ding is van... Er gaan resultaten eruit halen. Casting is fout. Oké, je pakt Lampard nu, maar als je zegt van... Oké, ik pak de tijd... Ik ga zoveel mogelijk coaches zien, spreken en kijken wat past. Maar Lampard doet het niet slim om Lampard te doen. Het ding is, dit seizoen is sowieso dit. Ja, maar Champions League is woensdag. Ja, maar als club mag je niet zeggen, dit seizoen is dit, want je hebt nog 1 beker om te spelen. Nee, maar het is zo erg dat je beter al focust op volgend seizoen. Want dit seizoen... Maar jullie geloven altijd in, we gaan een nieuwe coach halen en we gaan dan kampioen spelen. Ik denk dat ze dat oprecht daarop geloven. Het ding is, ik heb Real zien spelen dit weekend. Het is mogelijk. Als ze zo speelt tegen ons woensdag, er is een kans. Maar... Nee, ik weet het niet, man. Nee. De kans is klein, maar die kans is er, snap je? Maar voetbal is altijd een kans, bro. Ik denk... Daarom, maar ik hoop echt, ook al loopt het goed, dat we goed scouten, goede coach kiezen, juiste mensen kutten. Want ik wil niet dat wij spelers... Er zijn er maar 2. Wie is de juiste coach? Er zijn maar 2 coaches die op dit moment... Maar wie is voor jou de juiste coach? Zou je broer terughalen? Oeh, wauw. Oeh, dat is de derde optie. Hele 180, ja, man. Het zou kunnen. Het zal een prachtig sprookje zijn. Want voor mij past het perfect. We zitten in de mid. Hij is onze guy. Hij komt terug. Maar is hij dat de speler dat Mourinho wilt? Ja. Dat is wat ik net ging zeggen. Je moet de juiste spelers... Defensie, ja. Voorin. Ja, voorin anders. Maar ik denk dat qua... Ook niet eens zelfs voorin, vind ik. Met Fofana en zo toch. Fofana? Er is zoveel keuze. Fofana is echt de Mourinho. Lukaku komt terug. Huh? Wie? Lukaku komt terug. Ja. Mourinho gaat gewoon met Lukaku spelen. Ja, ook. Maar ik denk dat een Fofana bijvoorbeeld, Youngboy, wild voor de club spelen. Zo. Hebben jullie Zakaria gekocht? Ja. Maar hij was een anti-Potter guy. Nou, dan zie ik het wel. Ja, we hebben ook gewoon genoeg aanvoer voor. Kijk. Nee, maar kijk, je weet, er zijn spelers die aankondiging van Potters aan ontslag, die hebben 3 geliked. Hij was een van die guys. Nee. Maar, maar hij is boos op de verkeerde. Nee, maar ik ben boos op hem omdat hij geen karakter heeft. Maar bedoel, Zakaria is boos op de verkeerde guy. Hij heeft blessures, maar hij heeft ook gewoon verkeerd gebruik. Want ook gewoon, als we Champions League spelen, hij staat niet op de lijst, denk ik. Maar dat is maar komt door. Nee, maar wat ik nog kwalijk neem, is we morgen speelt, deze week speelt tegen Real, we hebben geen spits op de lijst. Hij heeft gekozen om geen spits te zetten op de lijst. Ja? Dus wij gaan is dat hij of Boeing? Consequenties van zijn keuzes nog meedragen, rest aan campagne, omdat hij dacht van, ik speel zonder 9. En ook gewoon... Ja, maar hij gaat ervan uit dat hij heel het jaar afmaakt. Ja, maar ik snap niet dat je als coach... Hij is er al sinds oktober of september. Oktober. Ja. En je bent week in, week uit. Ik denk eerst was zo tegen Zagreb. Champions League. Gelijkspel? Ja. En inkomen, maar dan zo'n slechte reeks. En elke keer... Boys, gewoon zijn speeches. Ploeg, bro. Nee, maar het ding is, als je in 10... Hoeveel maanden is dat? 6 maanden... Elke keer, elke conferentie, elke interview, hetzelfde zegt, broer. Maar wat moet hij zeggen? Word een beetje kwaad. Broer, je staat tiendes? Nee, maar zie dat. Nee, maar nee. Nee, kijk. Ik zet ook op Twitter. Nee, maar... Ik zet ook op Twitter, man. Nee, 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 kijk. Wat gaat hij helpen als hij boos wordt? Oké, hij gaat zeggen, kijk. Hij gaat zeggen, hij is shit. Nee, niet maar hij is shit. Maar elke keer zo de boys pamperen, zeggen van... They give everything. Nee. Dat is niet genoeg. Ja, maar bro... Cultuur bij Chelsea is winnen. Ja, oké, Safa. Als je zegt tegen dan... Ah, ze geven niks, broer. Hoe dat jij denkt... we waren slecht. Hoe dat jij denkt... Ja, nee, maar Safa. Hij heeft ook paar gegeven. Hij heeft ook paar gegeven. Niet genoeg? Nee, oké, weinig, bro. Maar hij kan moeilijk toch meteen zeggen van... Ah, ik ben hier 2 weken terug. Ik wil hier nog 6 jaar blijven. Ik ga even zeggen tegen de kern dat ze niet hard genoeg werken. Dan ben je nu ook gewoon kwijt. Dat weet je ook. Dan ben je meteen kwijt. Maar ze waren hem ook... Hij is niet die guy. Hij moest niet aangesteld worden. Nee, als we eerlijk zijn, hij was nooit die guy. Ja, snap je? Nee, hij was nooit die guy. Nee, maar hij was nooit die guy. Maar als coach kan je niet binnenkomen en zeggen: ah nee, we waren slecht. Je kan niet zeggen van ik wil mijn voetbal revolutioneren en zeg ik ga Potter halen. Iemand die psychologie heeft gestudeerd. Waarom? Hij is psycholoog. Snap je? Die man heeft met Brighton 9e gespeeld of 6e. En dan ga je zeggen van ik wil met hem Premier League winnen. Maar is dat hypocriet? Nee, maar... Ik weet nog... Wacht. Altijd daarboven. Toen hij bij... Ik zeg niet per se ja. Maar ik niks op mij, man. Heel veel mensen... Nee, ik zeg niet hier per se. Ik weet gewoon, toen Potter bij Brighton goed bezig was... Ja. Was iedereen aan het... Oh, dat is goed voor Brighton. Nee. Wow. Is de next one in line. Brian. Zo, je hebt dat niet gezien op Twitter. Ja, jawel, maar wacht. Ik ga wel iets zeggen wat heel veel mensen niet doorhadden, wat nu wel meer naar buiten is gekomen. Stef. Ja. Het is Stef van Brighton. De scouting van Brighton is het. Het is de staf eromheen. Al die guys werken super hard bij Brighton. En dat is ook de reden waarom ze nu een hele goede trainer erbij hebben gehad. En dat hij het nu zo goed doet. Exact. Onder de staf, man. De staf. Exact. Het is goed staf, bro. Ik ga moeten verder gaan, anders gaat deze show te lang duren. We gaan nog 2 dingen doen. United en dan de quiz. Okay. Man United tegen Everton heeft met 2-0 gewonnen. En waarom? Dus ik zei dat Ten Hag mijn MVP was. Begin van het seizoen, ik keek pre-season games, net zoals jij, tegen Crystal Palace, tegen Aston Villa, tegen Liverpool. Atletico Madrid. Bangkok Century Cup, winners, let's go, Oxenstokers. Gewoon 2 prijzen, hè? Ja, gewoon 2 prijzen, man. Dit jaar 4 prijzen, man. Stop de vibes. Quadruple, snap je? Maar nee, waarom dat ik zo blij was met Ten Hag dit weekend, is... Ja, we hebben een moeilijke periode gehad, dat weet jij, met 2 ook. Maar we hebben heel veel jaren... armoedevoetbal gezien, maar echt slecht, broer. Maar echt zo van, genre, je gaat in slaap vallen. Dus, oké, het was maar tegen Everton, dat kan je wel misschien zo zeggen. Mijn ding was van, zelfs jarenlang hebben we tegen ploegen als Everton zitten struggelen. Dus om dan te zien hoe onze ploeg afgelopen weekend speelde, heel veel beweging, heel veel kansen, heel veel gemiste kansen, maar heel veel kansen. Het was voor mij in een lange tijd weer genieten en ik onthoud altijd van waar ik kom. En ik was zo blij met die wedstrijd van... En dat is soms leuk. Die frustratie van we hebben zoveel kansen gemist, soms is dat leuk omdat je weet van, ah, maar we kunnen nog meer doen. Dus ja, man, ik was echt blij. 2-0 overwinning en dan ga ik het daarna doorpasseren aan Mwanza. Maar ja, Sancho met een assist, we zijn aan het bikkelen tegen mensen op Twitter over Sancho. Marcel komt terug, hij prikt. McTominay, snap je, de Scottish Zidane heeft gescoord, broer. Van Bissaka was hard, broer. Anthony was hard, broer. Gelukkig, man. Ik ben echt een gelukkige United fan, man. En het heeft jaren geduurd, but I'm happy, bro. Ja, ik ben ergens blij dat we vorige week niet hebben opgenomen, want ik was woest. Ik was met jou, hè? Ik was woest. Ik keek samen met Sotigima. Oh ja, dat was erbij. Ik was woest. Ik heb blijven zien tweeten. Dat was schandalig. Hoofdhit, hè? Dat was echt schandalig. Dus maar focus op Everton. Dus de intent, hoe ze deze wedstrijd aanpakten. En vorige show heb ik gezegd, 3 dingen heel belangrijk voor mij. We moeten meer scoren. Want dit was zeg maar ook onze eerste goal in zoveel wedstrijden terug in de Premier League, na die Liverpool-wedstrijd. Dus dat we heel veel kansen creëerden, dat gaf me echt een gevoel van ja, oké. We hebben proberen iets te switchen. Weghorst op de bank. Bruno vanuit diep gaan spelen, ook al was het tegen Everton, maar heel goed eigenlijk die eerste helft. Bruno. Heel veel goede passen. Ja, achterin ook... van deze kaart. Die staan er ook. Hij is zo goed, man. Dat ik weet nog wel een discussie hier met Alex over wie dat er voetbal beter was, bro. En elke keer dat ik die Sandro zie voetbal, denk ik van, what the fuck heeft hij met die Christus? Ik was met jou met die man. Ja, Wan-Bissaka heel goed. Die link-up. tussen hem en Anthony toch wel underrated eigenlijk. Doen het heel goed samen. Je zou verwachten dat dat beter ging zijn met Dalot, omdat ze altijd Portugees spreken. Maar ik ben er ook niet mee eens hoe mensen nu opeens Dalot weg willen beurzen, want ze vergeten de eerste... Onze fanbase. Precies, maar Wan-Bissaka... Onze fanbase is slecht, man. Wan-Bissaka, heerlijke wedstrijd. Malacia, gewoon steady. Was wel shaky, was een beetje shaky, maar... Maar het ding is met Malacia is een beter, man. Rotterdam Airlines, man. Hij gaat gewoon door. Ja, precies. Jonge guy. Achterin, Maguire deed zijn ding, man. Maguire heeft echt zijn ding goed gespeeld. En niet eens om, hè. Je weet, hè, kleine... Hè? Nee, hij heeft goed gespeeld, vond ik. Goede duels. Everton had geen snik, man. Ze hadden één kans in de eerste helft. Sims, die moest hem scoren eigenlijk. Ze stonden toen al 1-0 voor, dus we hebben daar een beetje geluk gehad dat ze niet... Maar zelfs dan, ik had gewoon het geloof erin dat wij die wedstrijd gingen winnen. Ja, man. Gewoon heel jammer. De Gea ook, hè? Een paar keer. Goede ballen geschoten. Die dropvolley pass daar. Ja, vond gewoon heel jammer dat Anthony zijn goal had, want hij had wel verdiend dat echt een goede wedstrijd gespeeld. Ja. En ja, voor de rest, misschien Rashford de minste op het veld. Ja. Persoonlijk vind ik dan. Sancho heel goed. En daarom zie je ook, wanneer we veel de bal hebben, Anthony en Sancho zijn zo cruciaal, man. En Rashford gewoon die runs kan maken voorin. Plus Anthony is een klaar, man. Hij doet acties op de flank, bro. Maar dat maakt me gelukkig, man. Hij doet echt domme acties, hè. Maar dat maakt me echt oprecht gelukkig, man. De dynamiek veranderde wel een beetje toen Martial opkwam. Want we weten, Martial, sinds hij die blessures heeft, zijn explosiviteit is minder geworden. Maar ja, het zag er goed uit, man. Ik ben blij en ik hoop gewoon... Doortrekken. Europa League wedstrijd. Europa League, donderdag, Sevilla. Hé broer, we gaan nu klappen, broer. Wat? Ah, broer. Ze gaan wel heel slecht, door. Of ze zijn nu beter, hè, maar... Sevilla was maar wij gaan hard, man. Snap je? Zeker bekercompetities dit jaar. Sevilla, het is hun competitie dus nog steeds, hè. Ze kennen niet Erik ten Hag, broer. Wat? Erik is... Broer, ten Hag is... Ah, broer, hij is de hardste coach dat ik in mijn leven heb gezien, broer. Wow. Hij is de hardste coach, broer. Hij is de... Nee, maar je moet begrijpen waarom. We hebben een skeroploeg, snap je? We hebben goede spelers, maar we hebben nog steeds een skeroploeg. We gaan er niet over liegen. Het feit dat je ziet, Casemiro is weg. Hè? Je speelt McTominay, Fred, shit. Je speelt McTominay, Sabitzer, shit. Hij zegt, zwaar, ik zit Bruno 6. Welke trainer heb je ooit gezien? Ja, dat is al 10 op 6 en er zijn 6 bastards, snap je? Er was een stat. Maar dat is typisch ten Hag, hè? Maar ik zei het hard, broer. Ja, nee, maar kijk, jij kent... Kijk, zoals je zegt, ex-vriendin, je hebt ervaring met haar. Ja, ja. Broer, maar de moves dat ze bij jou deden, bij mij, dat is nieuw. Broer. Broer, Fernandes 6. Ja. Broer, maar het ding is, ik zeg al heel seizoen lang, mensen die Glory United kijken, ik zeg heel seizoen al tegen deze guy, hij is hard, snap je? En het gaat niet tussen jou en mij zijn, taket. Maar ik zeg heel het jaar, hij is hard. Dus dan, hij laat zien van, ik kan wel die bal bijhouden en zo, snap je? 3 hoekjes, lange ballen, broer. Wat gebeurde vorige week? Bruno Fernandes, voilà, ik hou bij jou. Te amo, broer. Wat? Nee, Bruno had een hele harde game, maar... Heel hard. Heel hard. Erectie. 7 dagen. Eerste helft was perfect. Eerste helft was echt perfect. De bal die hij strooide in de ruimtes waren goed. Anthony moest zeker 1 keer afwerken. Zeker? Die kansen, dus hij werd wel geroepen op zeker 2 assists of zo. Tweede helft, meer gecontroleerde Gimma. Dus ik vond dat hij daarin... hij laat iets anders zien. Niet alleen die ballen uit. Hij kan ook gewoon die controle brengen. Een paar keer misplaced ballen, maar ook gewoon... Die kunnen gebeuren uit. Wat ik nog wilde zeggen, dat we spelers misten, er was een stat, we hadden 15 of 16 wedstrijden zonder Casemiro gespeeld dit seizoen. En 11 daarvan was Eriksen er ook niet bij. En we hebben van die gimmas hadden wij volgens mij nog maar 2 verloren. Of 2 niet gewonnen uiteindelijk. En dan laat je eigenlijk gewoon zien met de spelers, waarvan wij allemaal dachten van... Zijn die goed genoeg? Nee. Ja? Kick ze out. Want we waren klaar met deze spelers. Ik bedoel, we hebben Brentford en Brighton gezien. Bro, like... Ja. We waren echt klaar om... We waren klaar. Ja. We gingen echt gewoon... Als het aan ons lijkt, broer, 6 guys die daar hebben gespeeld, dus hier niet niks. Ja. Nee, maar broer, dus om die guys gewoon te zien bevorderen eigenlijk in het spel, is heel leuk om te zien, man. Sher? Wat ik hard vind aan United dit seizoen is... dat we beter zijn dan jullie. Onder andere. Maar Ten Hag is iemand... Je hebt United dit seizoen niet zien struggelen 2 wedstrijden op rij. Of max 2 wedstrijden en dan gaan ze gedragen. Broer. Want als ze 1 wedstrijd, bijvoorbeeld begin seizoen hebben ze 2 wedstrijden gehad waar ze slecht waren, daarna echt een streak gezet en nu elke keer als ze 1 wedstrijd minder zijn, gewoon herpakken zich direct. Maar hij heeft zo die, hij heeft de grip op hun om hun, snapte, om hun echt warm te maken voor de volgende wedstrijd en te tonen van wij zijn later United, snapte. Ja. En dat vind ik wel, ik vind het wel mooi om hun terug te zien, want ik had United gemist, eerlijk, in de competitie. We hebben jullie niet gemist, maar ik vind het hard dat zo we spelen slecht, hij dreigt gewoon met die aan, ze gaan goed lopen morgen. Volgende wedstrijd zijn daar. Maar het ding is, omdat ik even Bruno wil highlighten, en daarna ook naar De Gea gaan, maar omdat ik Bruno wil gaan highlighten is, ook de availability die hij toont dit jaar, denk ik, hij heeft misschien, ik weet niet of hij dit jaar een match heeft gemist, maar elke match speelt hij zo goed als 90 minuten. Hij heeft geen botten. En het ding is, de wedstrijd tegen Everton bijvoorbeeld. Hij breekt niks. Het ding is, tegen Everton bijvoorbeeld, heeft hij 2 posities gespeeld. Hij heeft eerst de hele ik denk in 60 of 70 minuten heeft hij op de 6 gespeeld. Daarna heeft hij nog op de 10 gespeeld. Dan nog even op de 7. Hij is heel beschikbaar. En ik zie dat wel daarin dat Ten Hag hem vertrouwt. Maar waarom naar De Gea wil gaan is van, we zijn De Gea heel veel aan het bashen. Of onze fanbase, want je weet dat die in elkaar zitten. Die zit wel aan 13 clean sheets. En staat nu op dit moment wel op nummer 1 samen met Pope en Ramsey staat plaats 3 nu met 12 clean sheets. Maar De Gea is ook gewoon... Nou, hij zag er goed uit, hè? Nou, er zijn extremen erin, hè. Willen jullie iets zeggen over De Gea? Nee, ja, nee, kijk, ik zit voor een keer United... Oh, sorry. Nee. Door United wil ik gewoon even... Als je wat ik te zeggen heb over United... Zeg maar. Maar ik denk dat De Gea iets te ondergewaardeerd is. Hij heeft 1 minder seizoen gehad of 2 in die 10 of 11 jaar. Hij is echt een stabiele speler. Maguire, die ik heel lang heb gebashed ook. Totdat... geef toe, dat is Brian die echt mijn ogen heeft geopend. Ik ga niet liegen. Wie? Ja, die selectie van WK. Toen ik zei van, waarom gaat hij mee, Tomori. Ik heb gezien waarom. En dat is, als hij zich gedraagt, echt, hij is beter dan Van Dijk. Heel eerlijk. Want ik was boos. Weet je, er was een periode. United kon kiezen tussen Koulibaly en Maguire. Koulibaly 18 miljoen was te veel. Hoe is dat? Nee, maar dat is de basis waarom ik hem haat. Snap je? Want... Hoe is hij 80 miljoen waard? Je hebt hem toch bij jouw club? Nee, maar hoe was hij 80 miljoen waard en Koulibaly niet? Dat was mijn eerste probleem met hem. Maar voor de rest, als ik goed kijk, ja, dat weet ik. Dat maar ik ben daar tegen, snap je? Ik haat dat. Ja, maar dus, ik snap het. Ik snap nu waarom hij daar speelt. Hij kapitein is van Engeland en snap, hij verdient die respect wel ergens. Maar als hij zich gewoon gedraagt en normaal doet, hij kan gewoon performen. McTominay heb ik ook lang gedisrespect, maar... Scott McSauce. Zijn prestatie... Nee. Sergio Piscu. Kijk, Sergio Kokkies. Nee, ik accepteer veel dingen, maar... Nee, maar ik hou van mensen die hun land echt dragen. Hij heeft zijn land... Mooi. Cyprus zo. Ja, maar nog steeds... Maar zijn land is ook niet... Ja, maar dat is niet Cyprus, bro. Alle respect, Schotland. Maar ik ben wel met jou, man. Ook gewoon de goals die heeft gescoord zijn echte goals. Kijk, het is allemaal leuk. Spanje. Nee, we genieten dat deze spelers goede prestaties bijleven, maar... Ik ben nog steeds van mening, we moeten nog steeds beter doen dan deze spelers. Het kan niet zijn dat er een 6-3 trashing moet zijn, 7-0 trashing moet zijn. Dat spelers opeens moeten denken van, we moeten weer... dat moet eruit. Level moet omhoog gaan. Er zijn nog steeds een paar... En ik ben echt blij dat we vorige week niet opgenomen hebben. Want er zijn een paar spelers... By the way, het is niet... Wacht, we gaan even kaderen aan de mensen. Het is niet omdat we... Bon, jullie weten normaal gezien ook al verliezen, we zijn hier. Ja. Ik had op voorhand al gezegd, we gaan geen opname. Want ik dacht dat we gingen winnen natuurlijk. Dus ik dacht van, let's take a break. Mwanza, laatste ding en dan gaan we naar de quiz verder. Gewoon zo gekut. Ik was nog niet klaar en zo. Sorry. Man. Dus er zijn gewoon een paar spelers, ik ga het niet direct zeggen, maar die zeker weg moeten. En nee, maar kijk naar mijn vinger. Ja, hey bro. Kijk naar mijn vinger. Niet switchen voor die. Er zijn gewoon een paar spelers die sowieso weg moeten. Goede prestatie, Ten Hag. 10 op 10 deze game, en ja, man. Ik heb Martial zien spelen gisteren. Ik dacht van, weghorst. Ja. Stand in Chinese, buddy. Ja, maar hij was nooit... Pronostiek, donderdag. Sevilla, Man United. Spelen we thuis? Ja. 2-0. 4-0. Nee, 3-0. Ik denk 2-0. 4-0. Ik weet niet hoe het met de Rashford zit, maar... Toket. 3-0. Anthony Struj. Heb je mijn foto gezien op Twitter? Hè? Dat is mijn Mattie, broer. Ja, man. Hey, is een guy. Martial is terug, man. Ja, man. Ik ben super excited, man. Wat broer aan dit? Kijk, het ding is, ik heb 1 kryptonite dit jaar. Als Arsenal dit jaar kampioen speelt, heb ik 1 kryptonite. We pakken 3 bekers. Als dat gebeurt, broer, maakt niet uit wat jullie winnen. Jullie kunnen niet tegen mij pakken. Compensaties. Dat gaat niet, broer. Ja, dat gaat niet, broer. Ja, vanaf dat Europa League binnen is, broer, ik kan niet tegen mij praten. We gaan geen, snap je? We gaan niet schattig doen. Bon, Mwanza, we gaan door naar jouw quiz. Okay. De quizmaster. We hebben wel bordjes nodig, dus je mogen de bordjes pakken. We mogen bordjes pakken, schoonmaken, want die worden nooit schoongemaakt. Ik pak mijn iPad. Hela. Damn. Is dit gewoon Nederlands, man? Is dit dan? Dus deze quiz is gewoon een quiz een beetje over alles. Een beetje clubvoetbal, ook landenvoetbal. Gewoon een beetje een random vraag eigenlijk. Geen cohesie ergens. Staat maar 100 vragen, jong. Is iedereen ready? Werkt u stift? Kijk de show en soms... Nee. Hij werkt niet? Ja, een van de twee. Een van de drie. Ik ga deze proberen. Ook niet? Damn. Laatste. Ja, deze wel. Oké. Oké, de eerste vraag. Kijk eens hoe sponsor in bordjes. Maar ik heb het gewoon apart liggen, want dan ben je bij elkaar. Jij bent naar school geweest, hè? Dus ja, puntsysteem. Gewoon, je krijgt gewoon een punt als je het juiste antwoord hebt. Ja. Bussers? Ah nee. We gaan gewoon geven. Je gaat gewoon bordjes geven. Dus ja, een punt als je het juist hebt. Heb je het niet juist of allemaal niet, geen punten. Okay. Niet huilen. Eerste vraag. Dennis Bergkamp maakte voor Arsenal een wereldgoal. Waarbij hij de bal aanraakte, onder de spelers spinde en zo afmaakte. Tegen welke club was dit? Ik weet niet meer. Dat is echt een zieke vraag, man. 5. Ik heb 4, een letter geschreven. Oh, yo. 3. Ik heb elk mijn dingetje nodig. Bon. 2, 1. Oké. Laat maar zien wat jullie hebben. Brian. Ik heb Blackburn. Oei. Jij hebt Blackburn Rovers. Ja. Ik heb Menu, man. Random. Tegen ons, wat denk jij? Bro, ik kon eventjes niks bedenken. Newcastle United. Het juiste antwoord is Newcastle United. Nou, sterk. Goed zo, Shai. Ik heb mijn pen nodig, man. Damn. Jij krijgt 1 punt. Oké, de tweede vraag. Schrijf eens zo rechtsboven een streepje. Ja. Nee, je scoorde zelf. Ja. Enkel 1 land heeft het WK gewonnen terwijl ze in het rood speelden. Wow. Welk land is dit? Wow, yo, broer. Ja. Ah. 10. Het is rood. 9. Is zo kort hebben we de tijd om na te denken. Absurd. 7. Rood weet niet, man. 6. Ah, snel. 3, 2, 1, man. 5. We zijn al klaar met schrijven. Doe gewoon. Raad gewoon niet. Gewoon ja, we zijn klaar bij schrijven, man. Draai om. 2. 1. Nee, ik heb niks, man. Je hebt Engeland? Spanje. Nee, je had blauw. Spanje? Ik heb niks. We hadden blauw aan. Nee. Dat was Engeland. Oh. Ja, ze hadden blauw aan. Wacht. Maar hun kleuren zijn rood, broer. Nee. Ze speelden in het rood. Dat is niet wat hij zegt. Ja. Wel. Daarom kon ik niks bedenken, zeg maar. Je dacht, ik dacht Spanje, want... Ja, nee, maar weet je, ik heb die wedstrijd van Engeland nooit in mijn leven gezien. Dus I don't know. Engeland? Ja, Engeland. Ja, dit is 60. Ja, 60 of oorlogstijden. Enige. Ja, bro. Dus... Hey, bro, dit is gewoon trivia, man. Niet janken, zoals ik zei. 2 punten. Oké, de derde vraag. Jij heeft 2 punten. Dit is omdat je de quizzes maakt. Welke jong talent maakte eerst zijn debuut voor zijn land, voor zijn club eigenlijk? Dus hij heeft nog niet voor zijn club gespeeld, maar wel al voor zijn land. 10. Dus het was echt een jong talent. Maar wacht, er zijn er veel, hè? Nee, dit is echt een... Like, nee, dan moet jij een bepaald land geven. Welke Zuid-Amerikaan? Oké, dank je. Maar deze weet ik. 10. 3, 2, 1. Wat ga je antwoorden? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Peles 3. Dat mensen, maar dat is niet waar. Klopt niet. Javier Mascherano. Alsjeblieft, man. Peles 3 ook, hè? Ik denk niet, man. Jawel. Die wel voor United gedebuteerd heeft. Broer, als ik het nu juist heb, bro. Daarmee moest ik specifiek zijn, man. Er is sowieso meer. Zoek op als het juist is, krijg je geen punt. In 2014 speelde Chelsea tegen Atletico Madrid. 3 keepers van Chelsea kregen een clean sheet, omdat het 0-0 bleef. Wie waren de keepers? Ah, 2014. Shit, man. 3 keepers. 3 keepers. 2014? In dienst van Chelsea. Dus Atletico Madrid tegen Chelsea. Nee, ik moest dat niet zeggen, man. Dat is een gimma. Nee, ik moest dat niet zeggen, man. Maar wie was keeper nummer 1? Wie was het derde? Krijgen we een punt per naam, nee, zeker? Nee. Wie was de derde naam? Shit. Ik ga gewoon gokken, man. Het is een 14. 10. Ik denk dat ik verkeerd ben, man. 9. 8. Ah, ik heb maar 1. 7. 6. Soos. 5. Ik kan me niet herinneren. 4, 3, 2. Chelsea guys. Ja, maar ik kan het me niet herinneren. Ik heb alleen maar Lange Belg, Courtois. De drie guys zijn Peter Cech. Ik dacht dat hij al weg was. Ik dacht dat hij toen al naar Wie is het tweede? Die de wedstrijd startte. Hij werd gewisseld voor Mark Schwarzer. Moeilijk, die naam zou ik nooit hebben. En Thibaut Courtois. Courtois, Cech moest ik nog even nadenken. Was die toen al naar Arsenal? Maar ik wist het niet zeker. Twee van de drie. Nee. Dat is niks. Wij ook. Oké, nog 4 vragen. Dus er is nog kans. Ja. In welk jaar breidde het EK uit van 16 naar 24 teams? Welk EK was dit? 10. Geen idee, man. 9. 8. Ik ga gewoon gokken, man. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. 2004. 2012? 12. Nee, het was in 2016. Ah, ik heb ze twijfel. Gingen ze van 16 teams naar 24. Zo, ze hebben zo alle landen... Nee, dat is tussen... Estland deed mee, toch? 20, ja. Dat moet je weten. Nog 3 vragen. Kun je de laatste vraag voor 3 punten doen? Oké, dit... Ja, dubbel. Nee. Welk land heeft 3 WK-finales gespeeld, maar nog nooit 1 gewonnen? 10. 9. Zoals mag ik even kijken. 8. 7. 6. 5. Denk gewoon nou, gok gewoon niet. 4. 3. 2. 1. Wat zei je schrijven? Wat zei je schrijven? Je hebt Nederland. Ja, Nederland. Nee, ik had Nederland. Nederland is juist. Ik had eerst Kroatië, maar ik had dan gedacht dat ze maar 2 finalen hadden. Ik weet het wel echt, man. Ik weet niet omdat ik blijf verwijderen, man. Ik had Nederland, Echt? Nee. Hoofd van mijn moeder. Ik had Nederland. Oké. Dus Shai heeft 3 punten, Roger 1 en... 1. Ook 1. Er zijn nog 2 vragen. Ik ga ze allebei op 2 zetten. Ja! Okay. Remontada season. Wat was het debuutjaar van de Premier League? Dus, de Premier League, niet de Engels kampioenschap. Debuutjaar of debuutseizoen? Seizoen. Dus, ik ga 1 jaar schrijven. Nee, want het is hetzelfde. Ja, dat is het antwoord. Oh, ik weet het niet zeker, man. 1 jaar. Debuutjaar. Als je een van de 2 hebt, is het oké. Debuutjaar. Nee, debuutjaar. Ja. Niet seizoen, jaar. Dus je geeft 1 jaar. 3, 5, 4, 3. Ik hoop dat je het niet verwijdert. 2, 1. Ik weet niet zeker. Wat zeg? 1998. 93. 1998. Wat? 93. En jij hebt? Ja, 93. Dat is het seizoen 1992-93. Ja, maar je zegt... Ja. Nee, daarna zeiden jullie jaar. Nee. En dan is eigenlijk debuutjaar. Nee. Ik heb gezegd 1 jaar, dat is voor mij al 2. Nee. Maar kijk, Cher, of we nu een punt krijgen of niet, blijft hetzelfde. Nee. Jullie hebben het gechanged. Nee, het blijft hetzelfde. Ja, maar dat heb nog gevraagd, man. Maar het blijft hetzelfde. Ook al krijgen we die punt of niet, iedereen blijft op dezelfde afstand. Ja, die 2. Oké. Hoeveel punten heb jij dus? 3. Jij hebt 3. Ik heb 1. Soms moeten jullie de vraag gewoon laten zoals ze zijn. Oké. Maak deze mond. En nu je mond dicht. Enkel 3 Duitse clubs hebben de Champions League gewonnen. Welke 3 clubs zijn dat? Ja, maar... Ik weet allemaal niet, man. 3 Duitse clubs. Ik zal een tip geven. Een vlag heeft een blauwe kleur in het. Dat doet mij zo hard twijfelen, bro. Denk aan historische clubs. Huh? Alle 3? Nee. Degene die je niet weet, waarschijnlijk. Er zijn 2 die je denk ik sowieso gaat weten. Eentje is een... En we kennen allemaal spelers die daar ook hebben gespeeld. Ja, het is goed. Geef me anders nog meer tips, hè, zeg. 5, 4... Ik weet het niet, man. 3. Ik ben echt genakt geweest. Sher, gefeliciteerd, man. 1. Sher, gefeliciteerd, man. En wat? Nee, ik heb Bayern, Dortmund en Hamburg. Bayern, Dortmund, Schalke? Ja, man. Hamburg, toch? Ja, dat is wel. Ik twijfelde, man. Dus je hebt 2 punten gekregen. Dus het is 3-3. Dus ja, 3-3. Wow. Goeie comeback, Soos. Sterk, man. Nee, dat was een goede quiz, man. Je had een goede quiz, man. Ik moet jou jouw flowers geven. Is er een extra vraag? Nee. Deze was aan het struggelen straks voor overbreken nog 5 minuten nodig. Bon, ik ga er zo afronden. We hebben dus de komende dagen een Champions League show op dinsdag en op woensdag. Check ook de preview show van Coolka Sport. Check ook Coolka's Culture. Check ook Safe Space, dat binnenkort gaat uitkomen. Ik was je host, Brian was de Warte. Ik was hier vandaag met Soos van de Soos Sense. Even snel zijn bril aan doen, snap je? Wat is dat? Gucci? Nee, dit is MCM, man. Yeah, we don't play around. We're chilling. Gewoon rustig. We waren hier vandaag met Ramadan Sher. En ik was hier vandaag met mijn general Mwanza. En ik zie jullie bij de volgende episode van Coolka Sport. Thuis. Bedfirst. First and fast.